Hallo, welkom allemaal. Toch een lekker volle zaal, dat is fijn. Ik moet gelijk even iets vertellen wat jammer is. Jerry is er niet bij vanavond. Ik weet niet voor mensen zijn die speciaal voor Jerry zijn gekomen. Maar hij belde mij vlak voordat we gingen beginnen of ik het alleen kon doen. Omdat, zoals jullie je wellicht kunnen voorstellen, is hij erg druk momenteel met KOZP. En de acties die nog gaande zijn. En allerlei rompslomp daaromtrent. En hij heeft ook een keer voor mij gecoverd toen ik te druk bezig was met mijn film afmaken. Dus ik zei, Jerry, dat is goed, ik doe het alleen. Maar daarom moesten we wel even... Dus als ik foutjes maak met het draaiboek, dat is omdat het last minute even om moest gooien. Wel veel liefs aan jullie allemaal van Jerry. We gaan het vanavond hebben over stereotyperingen in het lesmateriaal. En voordat we gaan beginnen aan het programma, vind ik het wel leuk om even een beetje een feeling te krijgen van wie er in de zaal zit. Zijn hier mensen die al eerder bij... Ja, fijn. Zo'n applausbandje. Kan je die aanzetten op commando? zijn er mensen die hier al eerder zijn geweest bij Wit aan Zet-avonden? Even kijken. Een handje vol. Weten jullie allemaal wat Wit aan Zet is? Nee? Wit aan Zet is een platform wat opgericht is door Jerry en door mij in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Het is eigenlijk ontstaan naar aanleiding van de film Wit is ook een kleur die ik maakte een paar jaar geleden met de VPRO. En toen die film gaat over het concept witte privileges, witte superioriteitsdenken in Nederland of wereldwijd. En naar aanleiding van die film heb ik heel veel reacties gekregen. En heel veel mensen die ook zeiden van, goh, ik heb jouw film gezien en ik ben verontrust over structurele ongelijkheid en racisme in de samenleving. En wat kan ik doen? Ik wil graag wat doen. Dus Wit aan Zet is echt opgezet met het idee van hoe kunnen we witte privileges en structuren van ongelijkheid doorbreken. Dus die avonden, we zijn nu zo'n 2,5 jaar verder. En, of al bijna 3 jaar. En de avonden die we houden zijn heel erg gericht op analyseren van het probleem, maar ook op actie. Hoe komen we tot verandering? En we hebben daar al resultaten bij geboekt. We hebben bijvoorbeeld een manifest opgesteld vanuit ook veel vaste bezoekers van Wit aan Zet. En dat manifest is ondertekend door bijna alle politieke partijen hier in Amsterdam. Dat was specifiek gericht over op het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs, want wij zijn al vrij snel na de eerste avonden hebben besloten ons te richten op onderwijs, omdat als je het hebt over hoe kan je bewust zijn voor anderen, kom je natuurlijk al snel bij het onderwijs uit. En wij zijn dan ook vanuit Wit aan Zet bijvoorbeeld nu in gesprek met Marlijn Moorman over de beleidsmaatregelen die ze neemt, die ook weer in ons manifest stonden, en wij zijn een soort van luis in de pels die dat proberen scherp te houden. En ondertussen gaan de avonden hier gewoon door. En vanavond hebben we een mooie avond. Ik vind het zelf fijn, zou ik eerlijk zeggen. Vaak zijn onze programma's erg vol. En dan moet ik heel snel praten met die mensen. Want ze hebben heel vaak hele interessante denkers aan tafel. En vandaag hebben we wat meer de tijd. Dus dat vind ik zelf heel fijn. En dat geeft ook de ruimte voor het publiek om vragen te stellen. Of om opmerkingen te maken. Dus ik wil jullie daartoe uitnodigen. Dat als je een vraag hebt, die wel probeer de vragen gericht te houden op hetgeen wat er op dat moment besproken wordt. Steek dan even je hand op en dan komt er iemand naar je toe met de microfoon. Want het is wel handig dat de microfoon gebruikt wordt, want het is ook een livestream. Dus dan is je vraag, wordt er ook op de livestream gehoord. Voor de mensen thuis, welkom. En ik ben ook benieuwd waar jullie vandaan komen. Zitten er veel mensen die in het onderwijs werken in de zaal? Kan ik handen zien, mensen die in het onderwijs werken? Oh, dat valt tegen. zijn er mensen die op een andere manier die bijvoorbeeld bij uitgeverijen werken, hier in de zaal? 2 mensen, oh, dat is fijn. Zijn er mensen die hier gekomen zijn omdat ze zelf kinderen hebben en zich... Ja? Oké. Okay. En de rest van de mensen, waarom zijn jullie hier? Waarom ben jij gekomen? Mag ik het aan jou vragen? Ja hoor, zeker. Ik ben zelf werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat er nog meer speelt buiten. Want ik ben zelf jurist, dus ik hou me meer bezig met de regeltjes.
Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat er nog meer speelt in de praktijk. En ik hoop dat vandaag hier een beetje mee te krijgen. Dat is fijn. Dan kan je dat ook weer meenemen naar het ministerie. Misschien nog iemand anders. Waarom ben jij gekomen? Ik ben antropoloog, dus ik vind het sowieso interessant. Ja. Vanuit je vakgebied, ja. Oké. Is er nog iemand hier gekomen met een hele andere reden die noemenswaardig is, ja? Nou, ik ben weliswaar pensionado, maar ik worstel, althans ik voel me geen slachtoffer van hoe ik zelf ben opgevoed. Ik ben op een jongensinternaat van de Jezuïeten opgevoed, dat onderwijs als op zich niet zo verkeerd, maar dat is natuurlijk heel gekleurd. Ik kijk alleen maar naar het geschiedenisonderwijs en achteraf denk ik, ja, ik ben een hartstikke besodemieterd. Je bent eigenlijk gebrainwashed, heb je het gevoel daar. Ik heb ook nog... Ik kan gelukkig ook nog zelfstandig nadenken. Maar bijvoorbeeld iets als Zwarte Piet. Ik ben inmiddels wel een jaar of 10 om. Maar dat heeft bij mij wel even geduurd. En tot ik een beetje, nou in ieder geval tot dat bewustzijn. Ik vind het ook een heel belangrijk iets, wit aan de zet. Ik denk ook aan mijn kleinkinderen, die inmiddels wel op school zitten. Weliswaar niet in Nederland, maar ja, ik vind het wel belangrijk, onderwijs. En ik denk graag mee, ik laat me graag inspireren. Nou, fijn, welkom. Fijn dat u er ook bent. We gaan beginnen met een presentatie van Judy Mesman, zeg ik het goed, ja? Jij hebt onderzoek gedaan naar representatie en stereotyperingen over gender en etniciteit in schoolboeken. Hoeveel schoolboeken? 33 schoolboeken. Oké, okay, dus we gaan eerst luisteren naar de presentatie en daarna gaan we verder praten in het panelgesprek. Dus take it away, Judy. Nou, kijk, hij begint al heel goed. Ja, mijn naam is Judy Mesman en ik ben hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En ik leid een onderzoeksprogramma over hoe kinderen aan vooroordelen en stereotypen komen. En daar spelen volwassenen een rol in, ouders, leerkrachten, media, commercie. En een van de bronnen mogelijk van informatie over vooroordelen en stereotypen zijn schoolboeken. Dus dat is een van de onderwerpen waar ik me mee bezig hou. Dus wij hebben gekeken naar diversiteit en stereotypering in schoolboeken, specifiek op het gebied van gender en etniciteit. Ik zal ook over allebei wat vertellen. Samen met een heel onderzoeksteam, want zoiets doe je niet zomaar alleen. Dus er zitten hier ook een paar promovendi die betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Een paar studenten daar die betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Dus het is echt een team effort als je zoiets goed wilt doen. Zo. Schoolboeken, dat zijn er verschrikkelijk veel, dus je moet op een gegeven moment een keuze maken. Waar we voor hebben gekozen is om alle schoolboeken voor wiskunde, de cijfertjes, en Nederlands, want dat zijn verplichte vakken in het Nederlandse onderwijs voor middelbare scholen, en al die boeken voor die twee vakken voor de brugklas te kiezen. Dus over alle niveaus heen, VMBO, HAVO, VWO, gymnasium, maar dan wel alle boeken. Het alternatief was natuurlijk meer vakken, maar dan weer minder niveaus. Of meer jaren en dan weer minder vakken of niet, nou enzovoort. Dus we hebben gekozen voor Nederlands en wiskunde voor alle brugklasniveaus in Nederland. Dat komt neer op een totaal van 33 boeken. En in die 33 boeken, waar overigens de uitgevers heel mooi aan hebben meegewerkt, die hebben allemaal hun boeken vrijwillig aan ons geleverd. Omdat ze zeiden, wij willen eigenlijk ook wel weten hoe we het op dit gebied doen. Dat weten we eigenlijk niet. Dus die stapels boeken zijn ons gratis geleverd. En wij hebben in die boeken gekeken naar alle personages die daarin voorkomen. Dus bij wiskunde moet je dan denken aan Hans bouwt een schuurtje. En hij heeft een plank nodig van 1 meter bij 20 centimeter, dat soort dingen. En bij Nederlands zijn het natuurlijk langere verhalen, hè, over allerlei. Die komen uit boeken, of het zijn stukjes uit gedichten, of het zijn gewoon verhalen over beroemdheden. Dat zijn vaak de wat langere teksten. Hè. Dus wiskunde heel kort en Nederlands wat langer. Alle personages die we tegen zijn gekomen met een heel leger studenten hebben we genoteerd. En dat kwam neer op in totaal, oh, er is toch nog weer wat afgevallen, bijna 13.000 personages. Dus dat was niet over één nacht ijs gedaan. Van al die personages hebben we gekeken wat voor geslacht ze hadden, voor zover je dat kon opmaken. Of je hun etnische achtergrond zou kunnen opmaken uit misschien plaatjes of namen of achtergrondinformatie. En wat ze deden. Wat voor beroep hadden ze? Wat voor activiteit hadden ze? Wat voor rol hadden ze? En zo konden we kijken of die personages, nou ja, hoe geslacht en etniciteit gerepresenteerd waren. En of er misschien stereotypering in zat. Nou, begin meteen met genderrepresentatie. Dit zijn de 33 boeken.
En je ziet, ja, mannen en vrouwen zijn natuurlijk in de maatschappij 50-50 gerepresenteerd. En dat is dus die gele lijn daarboven. En dan zie je dus ook meteen dat er twee boeken zijn die op of net over de 50% vrouwen zat. Maar dat 31 van de 33 boeken minder vrouwelijke personages hadden dan mannelijke personages. En dan zie je hier, ja, dat is dan misschien een triviaal verschil, hè? 48 om 52. Maar helemaal daar aan het eind kom je neer op 32 om 68. Nou, dan krijg je natuurlijk wel een wat groter verschil. En wat je in ieder geval ziet, is dat het vrij systematisch is, hè? Bij een gewone verdeling zou je verwachten dat de lijn ergens zo loopt dat de helft iets minder vrouwen heeft en dan een stukje gelijk, hè? En een stukje erboven zit. En je ziet hier dat het vrij systematisch eronder zit. Van een heel klein beetje tot best veel. Genderstereotypen. Ja, kijk, dit type stereotypen, dat zie je nergens in de schoolboeken terug. Daar kan ik heel kort over zijn. Er zijn media geweest die hebben gedaan alsof het wemelde van dit soort stereotypen. Dat is gewoon niet het geval. Zo heb ik het ook niet verteld aan de media, maar zo komt het er toch af en toe uit. Dit soort plaatjes of verhalen met zo overduidelijk een vrouw in zo'n huishoudelijke moederrol en zo'n vader die dan niks doet of die de krant leest, dat zie je echt niet terug. Dus dit is niet wat we terugzien in schoolboeken. De uitgevers zijn zich er hartstikke van bewust dat je dit soort verhalen of plaatjes niet meer zomaar in schoolboeken kan zetten in deze tijd. Dat betekent niet dat er niet toch onbewust stiekem wat stereotype patronen insluipen. En daar hebben wij naar gekeken. Dus als je kijkt naar het totale aandeel vrouwen over die 33 boeken heen, is dat gemiddeld 41%. Dus wat minder dan de 50 die in de maatschappij leeft. Dat is dan ons uitgangspunt. En als je dan kijkt naar specifieke subgroepen personages, kun je kijken als dat percentage er heel erg boven deze 41 uitkomt, zijn vrouwen overgerepresenteerd in een bepaalde rol. En als het er heel duidelijk onder zit, dan zijn ze ondergerepresenteerd. Nou, dan zien we dat als je kijkt naar personages met een beroep, dat slechts 28% daarvan vrouw is. Dus dat is nog weer een stuk minder dan die 41% over alle boeken heen. Dus onder de mensen met een beroep, veel minder vrouwen. Onder mensen met beroep wetenschapper, nog minder. En dan hebben we nog Plato en Aristoteles er allemaal uitgehaald bij wiskunde. Omdat daar natuurlijk eigenlijk, ja, dat zijn stereotyp de dode witte mannen die er altijd in staan. En die hebben er dan nog even uitgefilterd. Beroepssporter, ook iets waar duidelijk vrouwen ondervertegenwoordigd waren. Dus beroep professioneel sporter, hè, topsporter. En beroemdheden, daar staat 25%, slechts 25% van de beroemdheden in de boeken waren vrouw. Dus hier zie je eigenlijk onderrepresentatie van vrouwen in specifieke rollen of beroepen. We hebben nog naar meer dingen gekeken. We hebben gekeken naar mensen die een technische activiteit uitvoeren. Ook daar zie je wat minder vrouwen dan je op basis van de totale statistiek zou verwachten. Intellectuele activiteit is exact hetzelfde, ook 41%, dus daar geen stereotypering. In huishouden en de ouderrol zie je ineens dat het weer meer dan 50% is, die vrouw is. Terwijl dat dus wat hoger ligt dan die baseline van 41%. Dus ze zijn overgerepresenteerd in huishouden en ouderrol. En wat ondergerepresenteerd in technische activiteiten. Dan hebben we ook gekeken naar etnische diversiteit. Nou, dat is nog wel een dingetje. Heel vaak kun je met mannelijke en vrouwelijke personages alleen al in de tekst gewoon hij, zij, dat is niet zo moeilijk. Dat gaat zeker in het Nederlands vrij goed. Dit is een iets andere manier. Je kunt kijken naar de afbeeldingen die erbij staan. Soms wordt er een personage genoemd, staat er een plaatje bij. En dan kun je aan het uiterlijk, huidskleur, haartextuur, soms kleding, hoofddoek of whatever, kun je iets afleiden over een niet-witte westerse achtergrond. En een andere manier om dat te doen is door de tekst te bekijken. En dan bijvoorbeeld op voornamen. Nou is dat ook nog niet zo eenvoudig, want wanneer is een naam niet wit, niet westers? Gelukkig hebben we in Nederland een nationale voornamendatabank van het Meertens Instituut. En daar staat voor alle voornamen van alle mensen in Nederland waar dragers van die voornaam zijn geboren. Die database hebben we weer gebruikt als achtergrond. En dan kun je dus gaan kijken, wanneer vinden we nou dat dat dan niet wit, niet westers is? Nou, daar hebben we van gezegd, als minstens 25% van de naamdragers buiten Nederland is geboren in een niet wit, niet westers land, zou je kunnen zeggen, nou, dat is dan hoogstwaarschijnlijk een niet wit, westers persoon. Dat is de smalle definitie. Je kunt het ook iets breder aanpakken. En dan is het dat minstens 10% van de naamdragers van buiten Nederland uit een niet wit, westers land komt.
Soms zijn er ook beschrijvingen in de tekst, dan staat er gewoon doodleuk de Japanse onderzoeker. Nou ja, dat is dan dus een Japanse onderzoeker, dus dan hoef je verder niks meer op te zoeken. Dus dat zijn van die bronnen waar we vanuit zijn gegaan. Nou, op basis van die namen kun je dus streng kijken of minder streng kijken. Want ja, het is al een beetje arbitrair, zo'n percentage. Dus we dachten, we kijken op twee manieren, dan kun je een beetje het verschil zien. En dan kom je hier uit. In Nederland is het aantal niet-witte, niet-westerse personen, niet personages, ligt ergens rond de 13,4% volgens het CBS. En dan zie je dat dus zelfs voor de ruime definitie, dat zijn de hogere staafjes, er maar een paar bovenuit komen als je kijkt naar personages in de tekst. Dus eigenlijk in verreweg de meeste boeken, want dit zijn boeken, zit het er ruim onder het Nederlandse cijfer van etnische diversiteit. Kijk je naar de plaatjes, is het heel anders. Bij de afbeeldingen is het eigenlijk in de meerderheid van de boeken op minstens op de Nederlandse cijfers voor diversiteit of zelfs erboven. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want afbeeldingen zijn vrij letterlijk beeldbepalend. Hè? Die geven best wel, als je een boek doorbladert, zie je niet al die specifieke namen en teksten, maar je ziet wel die afbeeldingen heel goed. Dus het is duidelijk dat de uitgevers wel actief zijn om in ieder geval de beeldbepalende elementen in zo'n boek, om daar etnische diversiteit in te laten zien. Dan is de vraag, is er sprake van etnische stereotypering? Ook hier geldt weer, net als voor gender, dit soort dingen kom je echt niet tegen. Hè, dus er wordt wel geschreven, oh, het is allemaal heel erg heel stereotyp. Dit soort plaatjes, dit soort weergaven zijn niet te vinden in de schoolboeken. Wel weer een paar wat meer subtiele patronen, die je pas opvallen als je dus echt 13.000 personages gaat tellen. Dan hebben we hier niet-witte westerse percentages. Gemiddeld was dat 11% in de boeken. Dus wat onder dat landelijk gemiddelde. In beroepen was dat ietsje minder, zoals je hier ziet. Als sporter heel veel meer. Dus onder sporters waren niet-witte westerse personages oververtegenwoordigd. Als wetenschapper weer ondervertegenwoordigd. En als beroemdheid ook weer oververtegenwoordigd. En eigenlijk kun je deze ook een beetje combineren voor een gedeelte, want sommige beroepssporters zijn natuurlijk ook beroemdheden, zoals Serena Williams bijvoorbeeld, of Lionel Messi en dat soort mensen. Als je dat dan nog naar twee, de meest voorkomende etnische subgroepen bekijkt. Oh wacht, deze vergeet ik nog. Wat belangrijk is ook om nog te noemen, is dat we hebben gekeken naar de beroepsstatus van de personages. Daar is ook een hele database voor. Wat is de maatschappelijke status van een bepaald beroep? En dan zagen we dat de niet-witte westerse personages gemiddeld een lagere beroepsstatus hadden dan de witte personages in de boeken. Dus om maar even heel simpel voor te stellen, die waren vaker vrachtwagenchauffeur dan dokter. Ja? Naar de subgroepen gekeken. Dit waren de personages met een afro-achtergrond. Beroep ondergerepresenteerd. Sporters heel sterk overgerepresenteerd. Dat is ook iets dat we in de internationale literatuur wel terugvinden. Echt een goede twee keer zoveel als je zou verwachten op basis van hun gewone voorkomen. Veel minder wetenschappers en ook weer vaker beroemdheden. Dus een van de manieren waarop afro-personages terechtkomen in zo'n boek is door dus een bekende sporter te nemen, hè? Zou je kunnen zeggen. Bij Arabisch-Turkse personages, het is, je kunt die combinatie apart vinden, maar voor de gemiddelde Nederlander is dat één groep. Dus die hebben we vanwege de beeldvorming even bij elkaar aangegeven, omdat het vaak wel zo wordt gezien. Eigenlijk ondergerepresenteerd in de meeste van deze rollen. Dus als ze voorkomen, is het vaak met een naam. Hè, Ahmed die doet iets, of Fatima die doet iets. Maar dan niet met een heel klassificeerbare activiteit. Dus deze zie je eigenlijk in beroepen, sporters, wetenschappers, daar zie je ze eigenlijk minder terug dan je zou verwachten. Op basis van het totaal. We hebben ook nog even gekeken naar LHBT+ representatie. Als je dan toch bezig bent, kun je kijken of dat nog ergens is terug te vinden. Dat was heel makkelijk. Die was er niet. Dus, nou verwacht je dat in wiskunde misschien ook niet zo heel erg. Maar in Nederlands zou je nog best kunnen voorstellen dat er verhalen in zitten die in die richting iets. Maar die zijn er ons niet gevonden. Waarom doet het ertoe? Hoef ik voor een zaal als deze misschien niet helemaal toe te lichten, maar ik ga het toch heel kort doen. Eigenlijk is het idee van sluikreclame hierop gebaseerd, hè? Want het zijn subtiele patronen. Zoals ik al zei, als je zo'n boek openslaat, spatten de stereotypen echt niet van de bladzijdes. Dus het zijn patronen die subtiel door de boeken heen zitten.
Sluikreclame is natuurlijk gebaseerd op het idee dat dat je iets ziet, niet eens weet dat je het ziet. En voordat je het weet wil je als de film is afgelopen Heineken bier gaan drinken. Hè, omdat daar stiekem dat flesje zo een beetje zichtbaar was. Of een Apple computer kopen. Nou is sluikreclame expres. Die stereotypen in de schoolboeken zijn absoluut niet expres. Maar ze zitten er dus wel in. En dat effect is eigenlijk een beetje hetzelfde als je met sluikreclame wel kunt hebben. Je hebt het niet door dat je het ziet. En toch heb je achteraf een idee over iets waarvan je niet wist dat het hier vandaan zou kunnen komen. Er is best wel wat onderzoek gedaan dat laat zien dat kinderen heel erg gevoelig zijn voor hoe je iets neerzet, zeg maar. Ze hebben onderzoek gedaan dat als je een nieuw speelgoed, even iets heel neutraals zoals blokken. Als je daar een filmpje van laat zien met dit heel leuk nieuw speelgoed. En dan laat je een filmpje zien met alleen maar meisjes die ermee spelen. Dan daarna willen de jongens er niet mee spelen. Niemand heeft gezegd het is alleen voor meisjes. Niemand heeft gezegd het is niet voor jongens. Maar omdat het filmpje alleen meisjes bevat, trekken kinderen daar een conclusie uit. Dat is niet voor mij en wel voor hun. Laat je exact hetzelfde speelgoed zien, maar met een gemengde groep kinderen, qua geslacht, dan willen jongens en meisjes ermee spelen. Dus het effect van wie gerepresenteerd is met een bepaald beroep of activiteit of speelgoed, heeft effect of op kinderen denken dat het iets voor hun is of niet. Er is ook onderzoek dat laat zien dat als je bij een scheikunde toets een plaatje van een vrouwelijke wetenschapper zet, dat meisjes de toets beter maken dan als er een plaatje van een mannelijke scheikundige bij staat. Dan denk je, wauw, echt? Ja. Dat doen ze echt gewoon in twee groepen verdelen, precies dezelfde toets. En blijkbaar is de aanwezigheid van iemand met wie identificatie kan plaatsvinden, heeft al een positief effect op het presteren. Als je vrouwen laat zien op een scheikundecongres, dan willen vrouwelijke scheikundestudenten er ook eerder naartoe dan als je een filmpje laat zien waar bijna alleen maar mannelijke scheikundigen rondlopen. Dus ook die representatie op zo'n manier heeft effect op de mate waarin mensen denken dat is wat voor mij of niet. Deze kennen jullie misschien wel. Neil deGrasse Tyson, een heel beroemde astrofysicus uit de Verenigde Staten. En die werd een keer gevraagd over seksisme. Die zei, nou, ik ben nog nooit vrouw geweest, maar ik ben wel al mijn hele leven zwart. En ik wilde al astrofysicus worden toen ik heel klein was, nadat ik bij een planetarium was geweest. En iedere keer als hij dat op school zei tegen een leerkracht, dan zei die leerkracht, ah jongen, ga toch lekker basketballen. En als hij tegen iemand anders zei, dan was het, ah, waarom ga je niet hardlopen? Niemand zei, je mag geen astronoom worden, maar de boodschap was wel heel duidelijk. Astronomie hoort niet bij een jongetje zoals jij. En al die sporten wel. Hè, want dat verwachten we van een zwart jongetje. Dat hij heel goed is in sport en dat hij daar wat mee kan worden. Nou was hij zo volhardend dat hij een hele beroemde astrofysicus is geworden. En directeur van het planetarium waar hij zo enthousiast over was als klein jongetje. Maar niet alle kinderen zijn natuurlijk zo vasthoudend en zo zelfverzekerd om over al die hobbels heen te stappen die ze toch steeds worden opgeworpen. Hier is ze. Zijn heel wat twitteraars heel erg overgevallen. In een van de persberichten werd gesproken over een voorbeeld dat Ahmed een shawarma-zaak zou beginnen. En het misverstand is denk ik, heel veel mensen reageerden van, ja wat nou een shawarma-zaak, ben je wel eens in een shawarma-zaak geweest? Iedereen heet daar Ahmed, ik heb daar nog nooit een Roderick of een Pieter gezien. Dat klopt. Maar het hele punt is dat Ahmed best in een shawarma-zaak mag werken, maar Ahmed mag ook wat anders doen. Dus het gaat er niet om dat Pieters in shawarmazaken moeten werken of werken. Maar dat als je een Ahmed laat zien, en als je in die boeken alleen maar Ahmed laat zien in dit soort rollen, dat je dan een beperkt beeld geeft van wat een Ahmed zou kunnen worden later. En ik denk dat dat een punt is in de discussie dat vaak wat werd ondergesneeuwd. Ik was hier trouwens een hoogleraar maatschappelijke vraagstukken. Ik was soms ook een hoogleraar, dus dat was nog veel leuker. Dan waren de quotation marks rond dat woord. Oké, de hamvraag waarmee ik wil afsluiten, en die ik ook aan de uitgevers heb gesteld, van de hele groep zelfs Europese uitgevers, is waar kies je voor, hè? Als, in dit geval als uitgever van schoolboeken? Je kunt natuurlijk uitgaan van traditie. We wonen in Nederland, heel veel reacties gingen daar ook over. We zijn een wit-westers land. Wat moeten we met al die representatie? Dit is de traditie, dit is wie wij waren, zijn en moeten zijn. Je kan kiezen voor afspiegeling van de samenleving. Dan zou je ongeveer 50-50 man-vrouw krijgen. Ongeveer 13,4% mensen met een niet-witte westerse achtergrond. Maar dan krijg je dus ook
dat de niet-witte westerse personages beroepen hebben met een gemiddeld lagere status. Want dat is in de maatschappij ook zo. Dan zou je ook maar krijgen dat 20% van de hoogleraren in een boek vrouw zijn. Want dat is ook zo. Dus afspiegeling is ook niet altijd misschien wat iedereen ervan zou denken dat het is. En dan heb je nog de vraag, willen we dat de boeken doen aan emancipatie? Willen we dat we denken, alles moet in principe open liggen voor deze kinderen, wat hun afkomst of gender ook is. En dat betekent dat we in onze boeken kiezen voor een emancipatieplaatje. En dan laat je dus iets zien wat niet per se een afspiegeling is, maar misschien iets is waarvan je denkt, dat is waar we naartoe zouden kunnen als maatschappij. En dit is de vraag die eigenlijk mensen zichzelf zouden moeten stellen als ze bezig zijn met materiaal voor de jeugd. En dat was wat ik erover wilde vertellen. Dankjewel, Judy. Kom gelijk zitten. En ik wil Doudy van Veen ook uitnodigen. Jij hebt meegewerkt aan het onderzoek, dus kom even erbij zitten. Als eerste wil ik even kijken, zijn er mensen uit de zaal die rechtstreeks, naar aanleiding van de presentatie van Judy, vragen hebben, specifiek over het onderzoek? Ik heb een vraag over het onderzoek dat ook in andere landen heeft plaatsgevonden. Want u zei dat er ook internationale bronnen over te vinden zijn. Waar is dit onderzoek nog meer gedaan? En wat is daar uitgekomen vooral? Ja, wat dus ook herkent in dit? Even kijken. Maar er zijn, jij doet deze het? Ja. Er zijn sowieso onderzoekers uit allerlei landen die dit gewoon gedaan hebben in hun eigen land, zeg maar. We hebben zelf met een aantal internationale studenten steekproeven genomen. Want 33 boeken met 13.000 personages is niet haalbaar voor heel veel landen. Dus we hebben ze gevraagd om wat het meest gebruikte boek voor wiskunde en het meest gebruikte boek voor de taal in kwestie was. En daar ook naar gekeken. En we hebben nu Italië, Duitsland en de UK bekeken. UK zat eigenlijk wat beter in de representatie dan de Nederlandse boeken, maar Italië weer veel slechter. Ja? Oké. Okay. Hier was nog iemand aan de vraag. Hey. Hoe hebben de uitgevers gereageerd op de uitkomst van het onderzoek? Ja, heel positief wat mij betreft. Ze hebben vanaf het begin aan meegewerkt en ook gezegd, dit willen wij weten. En hebben ook, ja, hier en daar kon je het ook zien in het persbericht, aangegeven, hier willen we mee aan de slag. Dit vinden we interessant. We gaan kijken hoe we inclusiever kunnen zijn in onze boeken. We gaan zo direct over wat, misschien kan je nog even parkeren, want we gaan straks in het laatste gedeelte ook praten over hoe we verandering en kunnen brengen. En ook waarschijnlijk gaan we het natuurlijk nog verder hebben over de vraag waarmee je eindigde. Willen we traditie, willen we afspiegeling of willen we emancipatie? Ja? Nee, ik had geen. Oh, ik dacht jou, sorry. Ja, ik vroeg me af, de onderzoeken waarin bij gender het boven het de helft zat, zeg maar, boven die 50%. Waren dat dezelfde boeken waar ook de niet-witte westerse ook gelijk gepresenteerd waren? Of waren dat weer andere boeken? Nee, waren weer andere boeken. Hebben we het heel kort over gehad, denk ik, samen. Heel kort naar gekeken. Maar daar waren niet duidelijke patronen dat je zou zeggen, de boeken die daar... Deze uitgever die heeft het door. Nee. Okay. Dat is... Het sluipt er toch in, hè? Het is een heel onbewust soort patroon dat erin komt. Dus niet iets dat mensen... We hebben ook uitgevers in de zaal, toch? Ja, hier zitten jullie. Zouden jullie misschien een reactie willen geven als eerste op het onderzoek? Ja, mag ik even gaan staan? Ja. Ik ben Stefan de Valk en ik ben directeur van de branchevereniging van educatieve uitgeverijen. En dat doe ik nu een paar jaar en daarvoor heb ik 25 jaar bij Noordhof gewerkt. En ik heb zelf dus ook met auteursgroepen aan dit soort dingen gewerkt, dus ik kan... Als jullie dat willen, ook uit de ervaring praten. Vanaf het eerste moment dat Judy contact met mij opnam, zei ik, nou, dat vind ik ontzettend de moeite waard. Dat is heel erg belangrijk voor ons. Zoals Judy ook vertelt, zeg maar, er wordt auteursgroepen en uitgevers doen hun best, hè, om het zomaar zo goed mogelijk te doen. Maar wat je ziet, is dat er onbewust en onbedoeld toch heel veel aan stereotypering wordt gedaan. Dus het is heel belangrijk om te weten. En realiseer je, om het maar even groot te maken als ik dat mag, elke dag werken 2 miljoen kinderen met onze spullen. Dus het gaat er ook echt wel ergens over. En die stereotypering is ook heel subtiel. Dus het is ook heel belangrijk dat wij goed weten
wat er gebeurt. Dus we zijn er heel blij mee. En zoals jullie ook al vertelden, dit leek mij niet alleen belangrijk voor Nederland, maar het waren niet alleen Europese uitgevers, het waren wereldwijde uitgevers. Het was ook heel leuk dat er iemand uit de Verenigde Arabische Emiraten op reageerde, als ik dat even mag vertellen. Die zei, ik heb hier nog nooit over nagedacht toen jullie dat presenteerden. Hè? Dus het is echt... Even te verduidelijken, jullie waren onlangs op een congres in Milaan. Ja. Vrijdag waren wij op een congres en zitten al die, misschien moet ik dat even uitleggen, al die brancheverenigingen van de hele wereld weer bij elkaar. En ik had aan jullie gevraagd of ze ook haar verhaal, eigenlijk precies dit verhaal wat jullie net ook hebben gehoord, ook met hem wouden delen. En ze hingen aan je lippen, als ik dat zo mag zeggen. Ze vonden het allemaal ontzettend belangrijk. Okay. Die Ierse uitgever wou gelijk de spullen bij jou inleveren om te laten onderzoeken. Ja. Ja. Een nieuwe opdracht erbij. En mag ik aan jou vragen vanuit welke uitgeverij jij hier bent? Ja, ik ben eigenlijk meer op eigen initiatief gekomen. Dus niet echt vanuit de uitgeverij. Ik werk bij uitgeverij Malmberg. Een hele grote. Ik ben Emine. Ik ben dochter van een charmeboer. Ja. Van Turkse afkomst. Maar ik heb dus zelf voor de klas gestaan. En ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat daar wel wat in gedaan wordt. Want ik merk zelf ook toen ik op school zat dat ik daar best wel moeite mee had. En dat de leerkrachten er ook heel slecht mee omgingen. Dus ik voelde me niet herkend of in de boeken. En dat merk ik ook eigenlijk wel bij mijn eigen kinderen. Dat dat nog steeds het geval is? Ja, als ik het heb over mijn dochter bij geschiedenis, dan krijgt zij de vragen die over de islam gaan. En denk ik, waarom? Dat soort dingen. Dus dat zijn onderwerpen die natuurlijk ook breder zijn dan alleen de boeken die hier besproken zijn. Maar daar hebben we het wel in veel Wit aan Zet-avonden over gehad. Ook de manier waarop leerkrachten bijvoorbeeld naar leerlingen kijken kan soms sterk bevooroordeeld zijn. Dankjewel. Maar mijn naam komt nu wel voor in de boeken van Malmberg. Daar heb ik wel voor gezorgd. Oh, dat is mooi. En met welk beroep? Oh, dat weet ik niet, maar wel als kind. Dus Emine die komt voor in de boeken van Malmberg. Ja. En denk je dat de uitgeverij waar jij voor werkt ook open staat voor dit onderzoek en om kritisch naar zichzelf te evalueren? Nou, volgens mij heeft John Owens ook, die stond ook in een van de berichten, die stond zeker. Dus daar doen we zeker wat aan. Nou, zoals gezegd gaan we daar straks nog verder over praten. Hier is nog iemand die wil iets vragen. Ik ben benieuwd of er ook nog gekeken is naar de verspreiding van die boeken. Dus, en dan met name de etniciteit en dan onder zwarte scholen of witte scholen. Mm. Ja, dit hoor ik. Nee, maar dan moeten we weten welke scholen welke boeken gebruiken. En dat hebben we niet bekeken. Dat zou strikt genomen wel kunnen, Stefan, of? Ja, daar mag ik wel op reageren. Ja. Ik kom op de scholen namelijk. Wacht even hoor. Oh. Ja, ik kom zelf op de scholen en nu de laatste tijd, laatst bijvoorbeeld in Utrecht, kwam een school, die gaf echt aan, ik wil wel dat gewoon alle, hoe moet ik dat nou zeggen, nationaliteiten vertegenwoordigd zijn in de boeken. Want dat vinden wij heel erg belangrijk voor de kinderen die hier op school zitten. En dan kan ik echt wel vanuit de Malmberg wel zeggen dat dat gebeurt. En ja, ik laat ze het ook wel controleren. Je hebt natuurlijk ook wel te maken met bepaalde namen en in wat voor context. Maar bijvoorbeeld als we het hebben over groep 3, dan heb ik het even over basisonderwijs, want dat is mijn branche. Dan ga je naar heel erg klankzuivere namen zoeken. Ja. Nou ja, want dat lezen kinderen in groep 3. Dus ja, dan ben je wel heel erg beperkt in. Wat is een voorbeeld van een klankzuivere naam? Oh, ja. Jan. Maar bij ons komt Kaan bijvoorbeeld voor. Dat is een Turkse naam. Dus dat soort namen ga je dan wel naar kijken. Ja. Oké, dankjewel. We hebben zo direct nog meer kans om vragen te stellen. Doudy, jij hebt meegedaan aan het onderzoek. Wat was jouw motivatie om aan te sluiten bij dit onderzoek? Oh, persoon. Even kijken, oké. Jullie kunnen me volgens mij wel duidelijk genoeg horen, zo toch? Ja, oké. Nou, binnen mijn PhD-project kijken we al naar... Je moet hem even... Kijk, nou dat ging dus mis. Binnen mijn PhD-project kijken we al naar voordelen, maar dan in opvoeding. En het project was al begonnen dus met een gendergedeelte specifiek. En ik vond het wel leuk om ook daarbij aan te sluiten en verder te kijken naar etnische diversiteit binnen de schoolboeken. En daar was dus ook belangstelling voor. Nu viel mij iets op, maar dat ga ik zo direct bespreken. Sorry, ik corrigeer mezelf, want ik wou iets voorleggen, maar dat bespreek ik zo direct even als we nog met meer, want we gaan zo direct verder met nog meer mensen aan tafel. Misschien kunnen jullie iets vertellen
hoe het onderzoek ontvangen is in de media en nou ja, bij het grotere publiek. Want ik heb, er is veel over gepubliceerd, toch? Mm-hmm. Ja, hoe heb jij dat gezien? Hoe heb jij dat ervaren, hoe het onderzoek ontvangen werd? Nou, het was voornamelijk schokkend. Kijk, op sociale media, dus op Twitter, op Facebook, hebben voornamelijk negatieve reacties ontvangen. We hebben dus ook alle, of de meeste reacties van Facebook ook gedownload. Daar gaan we ook uiteindelijk iets mee doen. Ja, wat gaan jullie ermee doen? Wil jij iets kort over vertellen? Ja, had ik ineens bedacht. Ja. Nou, we waren allebei wel een beetje geschokt. Ja, ja zeker. Ik heb op een gegeven moment vooral Twitter maar even niet geopend de eerste dagen nadat de berichtgeving uitkwam. Nou, dus in eerste instantie wat is het vervelend, hè? Als mensen heel negatief reageren op je onderzoek. Zodra je het woord diversiteit of gender gebruikt, dan zijn er gewoon ja, redelijk grote volksstammen die eigenlijk per definitie heel negatief reageren. Nou, we hebben het er een team kan ik over uitgebreid aan. Ja, dat geloof ik zomaar. maar toen na een aantal dagen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk eigenlijk heel makkelijk zeggen, ah, stel ik je idioten, die snappen er niks van en die schuif ik terzijde. Maar tegelijkertijd is het echt een substantieel deel van de Nederlandse bevolking die hier echt wat ernstig tegen heeft en daar ook wel bepaalde argumentatie in heeft. Soms gebaseerd op wat ik denk dat misverstanden zijn. Maar toch wel iets om enigszins serieus te nemen. Hè? Want als je de kloof tussen wetenschap en samenleving, daar gaat het nog wel eens over. En dat komt natuurlijk ook als wetenschappers alleen maar zeggen, ja, hun niet begrijpen dat niet. En daar ga ik ook helemaal niet op in. En daar ga ik helemaal niks mee doen. Dus daarom ja, had het er even over dat het misschien beter was om ze echt er naar te kijken. Kijk, een echte scheldpartij kun je terzijde schuiven, want daar kan je niks mee. Maar mensen die komen met een vorm van redenering, kun je natuurlijk wel gaan kijken, wat zijn nou de thema's? Waar slaan mensen nou zo op aan? Wat is nou, waar worden mensen nou boos over? Wat zijn nou hun hè? En dan toch kijken of we daar een serieuze reactie op kunnen schrijven. Van joh, we hebben daar kennis van genomen, we zien dat het ons leeft. Kan je ons iets verklappen? Wat zijn de gemeenschappelijke reacties of de noemers die je kan onderzoeken? Jij hebt er meer gelezen dan ik. Ja, wat ook niet bepaald een slim idee was om dat op de allereerste dag te doen. Nee. Maar ik zal zeggen dat 9% van de reacties waren al negatief op het oog. Hè? Dus ik zat er maar in. Veel die bijvoorbeeld veel reacties op dat artikel van de Telegraaf, die ging daar voornamelijk op in. Dus op de kop, dus heel specifiek. Over shawarma boeren. Ja. Inderdaad. Dus ook veel sarcastische opmerkingen van waarom is dit juist nodig? En ook veel kritische opmerkingen die dan zeiden van, is het niet beter dan om te kijken naar criminaliteit onder allochtonen bijvoorbeeld. Dus niet per se een argument tegen het onderzoek, maar gewoon een willekeurige opmerking die ze nu even kunnen maken. Omdat het... Zeggen al een racistische opmerking. Heb je ook veel expliciet racistische opmerkingen gesignaleerd? Dat viel mee, van wat ik heb gezien persoonlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, zeiden wel, nu ze mijn foto hadden gezien, begrepen dat ik een heel gefrustreerd persoon was. Ja. En dat ik dit daarom... Dat kan je natuurlijk gelijk zien. Ja. Zie je direct. Nee, dat ben ik ook. Een bittere, gefrustreerde vrouw. Tenminste, dat krijg ik vaak te horen. We gaan verder met... ik wil Miguel Heilbron erbij vragen aan tafel. Miguel, waar ben je? Ja. Kom erbij. Applaus voor Miguel ook. Miguel heeft verschillende functies en is ook vanuit verschillende functies. Kan jij met deze microfoon handelen? Ja? Jij bent betrokken bij Black Archives. Kennen jullie de Black Archives? Hier in de zaal? Niet iedereen. Misschien kan je uitleggen wat Black Archives is, heel kort. Dus de Black Archives is eigenlijk een... nieuwe organisatie met een groot archief met duizenden boeken, documenten en objecten rondom geschiedenis van zwarte mensen die op andere plekken vaak onderbelicht blijft. Ja, en dan daarnaast ben je ook betrokken bij... Pawaka Wereldburgerschap. En die is ook bezig met die thema's. Daarmee bieden we eigenlijk aan scholen, basisscholen en middelbare scholen, een gestructureerde aanpak om wereldburgerschap in het onderwijs te verankeren. Wat eigenlijk meer aandacht vraagt, niet alleen voor burgerschapseducatie, maar ook met een focus op diversiteit, inclusie en wereldperspectieven. Ja, en samen hebben wij natuurlijk, zijn we ook opgetrokken met... vanuit Wit aan Zet en Black Archives en Easy Solutions hebben we... er is
een initiatief... Naar een inclusief curriculum? Ja, naar een inclusief... Ik had even de term kwijt. Naar een inclusief curriculum. En dat heb jij eigenlijk, die kar heb jij voornamelijk getrokken. Misschien kan daar iets... Met de anderen. Ja, dus, maar ja, dat we wel hebben gekeken... Hardste aan het werk, zeg maar. Er is nu een curriculumherziening in het onderwijs. Dus in het basisonderwijs, in het middelbaar onderwijs. Waarbij, curriculum.nu heet dat. Bekijk het ook, want eigenlijk... voorstellen doet, waarbij het trouwens nu spannend is of het überhaupt aangenomen gaat worden, ja, of niet. Maar voor eigenlijk hoe het onderwijs misschien wel de komende 20 jaar eruit gaat zien. En daarbij hebben we eigenlijk... en er worden hier allemaal dingen getoond. Mm-hmm. Maar daarbij hebben we eigenlijk geconstateerd dat er maar een hele beperkte groep van Nederlanders werd geconsulteerd en werd betrokken. Ik ben zelf op meerdere consultatiebijeenkomsten geweest waar echt meer dan 100 mensen waren. En, voornamelijk leerkrachten, toch? Ja, ja. Maar en waar wij vanuit naar een inclusief curriculum de enige niet-witte personen waren. Waarbij we dus hebben gezegd van het is belangrijk om veel meer de diversiteit van Nederland te representeren als je naar het onderwijs van de toekomst gaat kijken. Ja, dat was vrij chockerend dat zij er dus niet bij stil hadden gestaan. Volgens mij waren er een stuk of 200 leerkrachten die meeschreven aan het nieuwe curriculum. En daarvan was er dus niemand met een biculturele achtergrond. Dus dat was... ik geloof één iemand. Of één, ja. Nou, Fatima die had het gecheckt en die was alle plaatjes, maar goed, misschien. Dat waren confronterende gesprekken die we wel hebben gevoerd. En nu blijkt ook nog eens dat het nieuwe curriculum waarschijnlijk, kan je daar iets over vertellen? Er is wrijving of er is weerstand vanuit leerkrachten om überhaupt dat nieuwe curriculum te accepteren, toch? Ja, maar dat is misschien... het is nu spannend wat er gaat gebeuren. En ik... We zijn nog in afwachting, precies. Ja. Wat is jouw eerste reactie op... als je naar het onderzoek... naar de presentatie van Judy luistert? Ja, heel, heel mooi dat, hier onderzoek naar wordt gedaan. En eigenlijk... aan de ene kant is het misschien schokkend wat er... Dus wat de reacties zijn. Maar is het ook heel mooi dat vanuit de uitgeverijen en de andere organisaties er zo positief op wordt gereageerd, denk ik. Ik wilde een paar dingen laten zien. En daar had ik die beelden ook voor meegenomen. Want bij de Black Archives is een van de tafels die we laten zien, laat eigenlijk zien... racistische beelden van zwarte mensen en vraagt er eigenlijk aandacht voor dat we een geschiedenis hebben van honderden jaren transatlantische slavernij, maar waarbij dus ook honderden jaren rassenleren zijn gepropageerd over witte mensen als superieur en zwarte mensen als inferieur of eigenlijk geen mensen. En dat je die beelden dus nog heel sterk terugziet, die zijn in de populaire cultuur terechtgekomen, ook in de wetenschap. En dus racisme vandaag zie je eigenlijk de geschiedenis daarvan in. Wat ook een interessant boek is, is racisme in schoolboeken, wat je daar ziet. En ik vond het wel interessant om te zien, dat is een boek uit 1983... En eigenlijk, ik vond het heel mooi wat net werd gezegd van het gaat om de emancipatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat er in dat boek Racisme in schoolboeken wordt aangegeven in 1983, dus waarbij ook verschillende schoolboeken zijn bekeken, is dat het... Even kijken hoor. Moet ik je helpen? Ja. Zij hebben het eigenlijk over... sommige boeken die racistische voorstellingen bevatten en sommige antiracistische. En dus zij hebben het over sommige boeken die ondersteuning kunnen zijn van racistische
opvattingen en denkbeelden en sommige van antiracistische. En zij, de ondertitel van het boek is het gladde ijs van het westerse gelijk. En wat ze dus eigenlijk zeggen is, aan de ene kant gaat het om manieren waarbij de eigen, dus de westerse samenleving als superieur wordt voorgesteld. En het gaat ook om, ja, dus racistische voorstellingen over wat ze, ja, dus derde wereldlanden tussen aanhalingstekens, of etnische minderheden tussen aanhalingstekens. Want jij zegt tussen aanhalingstekens, want het zijn woorden die je niet meer zelf gebruikt. Nee, klopt. Ja. Wat zeg je in plaats van derde wereldlanden? Ja, het is lastig. Je kan het hebben over ontwikkelingslanden. Kan je ook allemaal dingen bij zeggen. Global lekker. South. De Global South, ja. De Global South, inderdaad. Ja. Maar in, eigenlijk, toen ik de verschillende rapporten las, vond ik het interessant om te zien dat hier misschien meer kritisch nog werd gekeken en meer ook, ook dat eurocentrisme en andere denkbeelden werden meegenomen. Misschien even voor de zaal, kan je uitleggen wat eurocentrisme is? Ja, dus eigenlijk het, dus wat hier wordt gezegd, dus het als superieur voorstellen van westerse beschavingen of van wat Europees is, of zeg maar sowieso Europa centraal stellen. Even kijken. Ja, dus eigenlijk, maar ik vind het wel mooi wat dus is gezegd, het gaat om emancipatie. Toen ik de rapporten zag, had ik eigenlijk Het onderzoek van Judy, toen je het zag? Ja, had ik allemaal ideeën erbij van, dus bijvoorbeeld eentje heet dan representatie en stereotypering van vrouwen en mannen in schoolboeken voor de brugklas. Toen dacht ik van, ja, waarom gaat het niet over gender? Want eigenlijk zeggen jullie dus intersexe personen of anderen worden helemaal niet gerepresenteerd. En ik dacht van, ja, het gaat over etniciteit in schoolboeken. Maar ja, dat etniciteit is ook, je kan ook zeggen dat bouwt ook voort op soort rassenleren, zeg maar. Daar kan je ook allemaal kritiek op hebben. En er wordt gebruik gemaakt van etnische minderheden ten opzichte van de meerderheidsgroep. Nou ja, als je naar Nederland kijkt, is het misschien, spreek je over minderheidsgroepen. Als je naar de wereld kijkt of de wereldgeschiedenis, zijn witte groepen een minderheid. Dus zijn allemaal connotaties. En als we naar Amsterdam kijken, dan is ja, het natuurlijk, maar eigenlijk, dus ik vind het mooi wat er nu wordt gezegd, dat er ook juist verder wordt gekeken. Misschien nog heel kort de andere. Dus wat we vanuit Van Wakka Wereldburgerschap is één deel in samenwerking met Spinsie, Emancipatie en Diversiteit in Kinderboeken. Dus juist om schoolbibliotheken inclusiever te maken, zogezegd, met boeken die dus juist verschillende rolmodellen laten zien, juist werken aan emancipatieve verhalen. En daarbij is het belangrijk dat je niet alleen maar witte kinderen als hoofdpersoon hebt, dat meisjes ook wetenschappers zijn, dat soort voorbeelden bedoel je. Ja, en dus ook LGBT hoofdpersonen en verhalen inderdaad. En of mensen met een beperking. Of ja, dus gewoon de diversiteit van de samenleving laten zien. En dus die emancipatie. Dus het gaat niet alleen om representatie. Weet je waar die kinderboeken liggen over de groepen die je net noemt? Die liggen in Den Haag bij de bibliotheek in de bak Anders Zijn. Okay. Nee, not kidding. Een van mijn mensen in ons team is daar nu onderzoek naar aan het doen. En we hebben de bak Anders Zijn leeggehaald uit de bibliotheek. En er zit ook een sticker op, hè? Not Anders Zijn. Lekker letterlijk een sticker met die tekst. En dat gaat dus over alles wat niet wit, niet westers, niet able-bodied, al die dingen. Yeah. Dus het is vrij erg dat dus... Dat die sticker er ook ja, op zit. Ja, die sticker zit er gewoon op. Dus dat betekent ook doorgaans dat alleen mensen en gezinnen die te maken hebben met dit soort thematiek naar die bak gaan en die gaan lezen. En dat die dus totaal niet gelezen wordt door mensen voor wie dit niet geldt. Waardoor het een heel niche soort kinderliteratuur is geworden. In plaats van iets wat gewoon ertussen zou moeten zitten. Dat je tegen kan komen. Maar het zit echt in de bak Anders Zijn. Ja, ik heb ook wel eens voorbeelden gehoord van mensen die hun boekenkast leeghaalden. En dan alleen de boeken geschreven door vrouwen lieten staan. Dan waren het vaak hele lege boekenkasten. Die overbleven. En misschien mag ik nog één laatste punt maken. Dus
ik had meegenomen een poster die we hebben ontwikkeld. 10 keer meer geschiedenis, verzwegen geschiedenis op school. Waarbij we eigenlijk... Mogen mensen daar straks naar kijken? Ja, zeker. Ja. En hij is, ja, als je kijkt op de blackarchives.nl/meergeschiedenis, kan je hem ook zelf bestellen. Waarbij we eigenlijk kijken naar dus de 10 tijdvakken die nu in het geschiedenisonderwijs worden gebruikt. Waarbij eigenlijk een focus is op Europese en westerse geschiedenis en perspectieven. Ja, wat je nog meer allemaal kan vertellen. Ik vond het wel interessant dat dus eigenlijk werd gezegd van bijvoorbeeld bij wiskunde dat Plato en dat soort mensen niet werden meegenomen. Want juist als je kijkt, we leren over een stelling van Pythagoras die ook al bij de Chinezen en in Mesopotamië en op andere plekken bekend was. Ja, het is ook een keuze wat je daar laat zien. En ook hier bijvoorbeeld met de wereldkaart waarbij we gewend zijn aan een projectie van Mercator uit 1569... die zeg maar de noordelijke continenten uitvergroot ten opzichte van de zuidelijke. Ja. Zeg maar ook dingen die niet in personen in boeken zitten... Ja. Kunnen ook zeg maar vertekend beeld zeggen en geven. In het rapport hebben we ook de analyse gedaan met wel Plato en zo erin. Okay. Meestal in presentaties haal ik dat eruit... omdat het eerste is wat iedereen dan gaat zeggen... Ja, maar daar kunnen we ook niks aan doen. Dat Plato en Socrates nou eenmaal witte mannen waren. Okay. Dat is de eerste reactie die je dan krijgt. Dus ik denk, weet je, ik haal die eruit. Dan kun je dat alvast niet zeggen. En dan zie je dat het nog steeds prijsgeven is. Ja. Nee, er was ook laatst had Sylvana bij de gemeenteraad geopperd... dat we ook moesten naar de decolonisatie van het wiskundeonderwijs. Dat was ook weer een berg bagger kwam daar op af, zeg maar. Maar dat is natuurlijk... eigenlijk op alle vlakken kan je de boeken bestuderen op de manier waarop jullie het hebben gedaan. Ja, en in reactie op Miguel, we hebben eigenlijk een beetje met een cijfermatig kanon geschoten op het materiaal. Dus we hebben echt geteld, hè, 13.000 personages, alles geteld op hele makkelijke categorieën. Zodat we veel konden doen. En de andere is natuurlijk om veel meer, zoals ook in wat jij net liet zien, veel meer de diepte ingaan en kwalitatief. Hè? Wat zijn nou de... Welke verhalen en narratieven zie je er nou in terugkomen? Maar dat is voor ons wel een volgende stap. Dus dit is eigenlijk het hele cijfermatige. Gewoon tellen percentages op. En ik denk dat jij ook wel ideeën hebt over waar je naar zou willen kijken... als we veel meer echte inhoud ingaan. Zeker. Ja, dus heel blij. Dus ik leek dat net ook al te horen. Dus heel blij en benieuwd naar de volgende stappen. Ja. Wat zou jij graag verder willen onderzoeken... als je meer kwalitatief onderzoek zou doen? Nou, vooral voor de Nederlandse boeken. Zijn er best wel veel verhalen in... die u nu wel oppervlakkig hebben bekeken. Dus met het tellen. Voor de boeken voor het vak Nederlands. Ja, boeken voor het vak Nederlands bedoel ik, ja. En in de boeken voor het vak Nederlands zie je best wel vaak ook wel verhalen uit andere boeken. En dat schetst natuurlijk ook wel een beeld over wat kinderen dan meekrijgen op de middelbare school. En daar willen we verder op ingaan. Dus ook kijken specifiek bijvoorbeeld wat voor woorden worden gebruikt om bepaalde karakters te beschrijven. Dus personen die dan wit zijn of niet wit. Worden zij dan anders beschreven als liever of misschien als... stout om het maar zo te noemen. Dus dat zijn plannen die we voorlopig hebben. Ja, want dat viel me wel op, want je in jouw presentatie zei je van... nou ja, dit soort stereotyperingen vinden we niet... of dit soort erge racistische plaatjes zien we niet. Terwijl ik op social media best wel vaak nog voorbeelden voorbij zie komen... uit heden ten dagen, boeken die heden ten dagen op school worden gebruikt... die echt expliciet seksistisch of racistisch zijn. Is dat dan toevallig bij andere vakken of zo? Of? Dat zou kunnen. En ik vind ook wel, ik vind dus dat op zich een plaatje van een Ahmed in een shawarmazaak... niet aan zich racistisch. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Nee, maar je bedoelt die echte hele, ja precies. Mm. Nou ja, gewoon boeken waar bijvoorbeeld het N-woord in wordt gebruikt. Boeken waarin wordt gezegd dat moslims... zich niet aanpassen. Zulke soort voorbeelden kan ik me herinneren. Ik weet niet of mensen uit publiek voorbeelden hier hebben. Ja? Nee, kan iemand anders met de microfoon? Ja, dank je, Sjoerd. Ja, ik volg de opleiding bestuurskunde aan de HVA. En ik heb in blok 2 een nieuw vak sociologie. En daar kwamen woorden zoals neger, de forse negerin in terug. Blank en zwart. En ik heb ook contact opgenomen met de redacteur en de auteur. En ik heb op 4 december een afspraak om te praten over de terminologie. Want dat kan anno 2019 echt niet meer. Wat goed. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Ja.
En wacht even, dat vind ik wel interessant. Wil je de microfoon even? En welke uitgeverij was dat? Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Oké, okay. Maar ik ben wel, als je wilt, misschien kan je je gegevens achterlaten. Ben ik benieuwd hoe dat verder verloopt. Ja, ik ook. Ja. Dankjewel. Ja. Zijn er nog meer mensen die voorbeelden hebben die dat graag willen noemen daarachterin? Hi, ik heb eigenlijk wel twee voorbeelden uit verschillende contexten. Ik ben zelf arts seksuele gezondheid. Ik ben toevallig vorige week op een congres geweest. Kan ik ietsje verder naar achteren? Zo, ja. congres geweest voor de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. Waarin ook specifiek is gekeken naar representatie. Of werd besproken hoe de representatie in het medisch curriculum is voor casuïstiek. En daarin is het heel duidelijk dat bijvoorbeeld de casus over de homoseksuele man die heel veel SOA's heeft of frequent SOA's heeft of even positief is, heel duidelijk wordt gebruikt als een mogelijkheid om seksualiteit te bespreken. Maar in andere casuïstiek de man of de vrouw nooit homoseksueel of lesbisch is. Terwijl je natuurlijk ook een hersentumor kunt krijgen als je homoseksueel bent. Maar goed, in dat opzicht is er geen representatie en denk ik dat dit nu een soort eerste keer was dat het bij een aantal mensen landde, dat eigenlijk de crux is. Net als dat Ahmed inderdaad prima een zwarme boer kan zijn, maar ook iets anders kan doen. Dat is wat betreft, dat is wetenschappelijk onderwijs, waarin dat eigenlijk nog niet geland is. En ik kreeg vorige week een foto van een boek Levensbeschouwing door van een vriendin die lesgeeft op een middelbare school in Spijkenisse. Waarin echt heel erg gestereotypeerd wordt over jongeren die zich misdragen op straat. En waarbij ook echt heel uiterlijke kenmerken. Wij dragen gouden kettingen, we blowen de hele dag. Onder ons zijn veel Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken en ook Nederlanders. Mm-hmm. We spijbelen veel, we gebruiken straattaal. Heel erg, ik schrok er echt heel erg van. Heel sterk stereotyperend en een beeld schetsend. Er staat ook, wij wonen in Rotterdam en we zitten op het VMBO. En ik kan me voorstellen dat jongeren die in de buurt van Rotterdam wonen en die in een grote stad wonen, dat die wel gecorrigeerd worden door hun docenten van, oké, dat is misschien niet, niet iedereen is zo. Maar als je wat verder daarvan afstaat en nooit in aanraking komt met deze doelgroep, dus het ook niet kunt corrigeren, dan is dit dus het beeld wat je krijgt. Ja. Al in Rotterdam, al die jongens op het VMBO die gouden kettingen dragen en blowen, dat is dus het uitschot van de maatschappij. Wel, waarschijnlijk nergens zoveel wordt bloot als op de gymnasia, blijkt hier in Amsterdam. maar dat terzijde. Ik heb ook dit soort voorbeelden veel voorbij zien komen bij vakken als maatschappijleer, levensbeschouwing. Willen jullie ook andere boeken gaan bestuderen? Want misschien dat je daar wel schokkerendere resultaten gaat vinden. Goed. Dus andere vakken. Ja, dus even kijken waar nog tijd en middelen voor zijn. Eigenlijk stond als eerste mogelijk op de rol de biologieboeken als het ging om intersexe vraagstukken. Dus wordt er nou gezegd, je hebt twee soorten mensen, XY en XX. Of dat daar ruimte is voor meer. Dus dat jullie eigenlijk het binaire denken over... Dat was er eentje waar we over na hebben gedacht. Ja. Ik werk samen met een historica die dus in geschiedenis geïnteresseerd is. En ook inderdaad de representatie van allerlei verschillende perspectieven. En niet alleen het eurocentrische. Maatschappijler, de kans is vrij groot dat juist dit soort thema's daarin zitten. En hoe die zijn gerepresenteerd wel belangrijk is. Mm. Hij stond nog niet op het lijstje, maar hij begint er langzaamaan wel op te komen. Ik denk dat het wel belangrijk is. Ja. Ik weet zelf wel dat, vertel ik net even tijdens het eten, dat ik mijn zoon mij op een gegeven moment wees op het geschiedenisonderwijs wat hij kreeg in groep 8 op de lagere school. Waarbij het ging over de slavernij in Suriname en het ging over de tot slaafgemaakte, alhoewel in het boek ze slaven worden genoemd. Dus de tot slaafgemaakte die ontsnapt waren. En daar was het hoofdstukje heette Vrede Nooit. En er werd benadrukt dat de Maroens geen vrede wouden sluiten met de plantage-eigenaren. En dat werd geïllustreerd met een plaatje van een hele bange witte man die door een soort woesteling met een speer werd besprongen. En mijn zoon zei, dat is toch vreemd. Want als je gevangen wordt gehouden en je ontsnapt uiteindelijk, is het wel logisch dat je misschien niet heel veel vertrouwen hebt in vrede met je voormalige onderdrukker. Dus
Dus dat soort boeken, ja, op zo'n manier wordt er nog steeds lesgegeven. Dat zijn hele recente boeken. Maar er is ook verandering. En om daarover te praten, naast wat Miguel doet en wat jullie doen, zijn er natuurlijk ook allerlei andere initiatieven. En daarom wil ik graag aan tafel uitnodigen Henna Goudsand. Henna Goudsand Nahar en Michiel van Kempen. Kom erbij zitten, alsjeblieft. Moeten we eentje opschrijven? Vinden jullie het erg? Willen jullie naast elkaar of kunnen jullie zo? Nee? Oké. Ja. Henna, jij bent Neerlandicus, schrijver en je verzorgt workshops over diversiteit op basisscholen ook? Literatuurworkshops en ik doe wat didactiek ook. Oké, ja. Yeah. En wat is jouw eerste reactie op de resultaten van het onderzoek van Judy en Doudy? Nou, niet verbazingwekkend, omdat ik te maken heb met school. Ik heb te maken met schoolboeken. En het was mij wel min of meer bekend dat het er beroerd voor stond. Ja. Maar het is goed dat het op een rijtje is gezet en uitgezocht. Ja. Michiel, jij bent hoogleraar Nederlandse Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is jouw eerste reactie als je deze presentatie hoort? Nou, het bevestigt wel een beeld van wat een promovenda bij mij aan het onderzoeken is, namelijk de representatie van niet-westerse literatuur in de curricula van Nederlands. Mm-hmm. En dan zie je dit beeld, ja, misschien nog zelfs veel extremer dan jullie in die cijfers zien. En wat, kan je daar iets alvast een tipje van de sluier over oplichten? Wat zie je dan? Eigenlijk zie je dat gelijk op met de literatuurgeschiedenissen komt die literatuur in beeld. Dus je ziet tegenwoordig zie je iets opkomen. En je zag iets opkomen in de jaren 60. Toen er sprake was van een sterk maatschappelijke geëngageerde literatuur. Hè. Dat was de tijd van een criticus als Jacques Fermin Vogelaar en zo. De marxistische literatuurcritici. Dan zie je het even opkomen en dan verdwijnt het weer helemaal. En nu komt het dan langzamerhand weer in beeld. Maar zo, ja, je ziet het bijna. Het is bijna een wiskundige curve die naar nul toe gaat. Maar zie je dan ook dat er bijvoorbeeld helemaal geen schrijvers zijn met een biculturele achtergrond die gerepresenteerd worden in de lessen die gegeven worden nauwelijks. Over literatuur? Ja. Nauwelijks en altijd ook dezelfde. Welke? Ja. Nou, wie je ziet vooral sinds 2006 is Frank Martinez Arion Dubbelspel. Ja. Ook omdat er een film van is gemaakt en zo, weet je wel. Dat boek is enorm verspreid in een oplage van bijna 1 miljoen. En dan kom je in beeld. Ja. Maar het verschijnsel bijvoorbeeld bij de Indische Letteren is heel bekend. Dat door de invloed van een aantal critici alle vrouwen zijn weggeduwd. En die mensen van Forum, met name Eddy Duperron, die hield helemaal niet van die vrouwenliteratuur. Dat was het damescompartiment. En dat werd gewoon helemaal verzwegen. En dat zie je dus nu ook weer een beetje terugkomen. Maar voordat het, laten we zeggen, eerst in het academische circuit is en dan weer teruggekaatst wordt naar de schooluitgaves, dan ben je weer een hele generatie verder. Ja, dus dat soort processen gaan langzaam. Ja. Maar jullie hebben wel samen iets bereikt. Kan je daar iets over vertellen, Hanna? Henna, wat jullie bereikt hebben? Nou, dankzij Michiel. Er zijn literatuurreeksen voor de middelbare school met de kanon van de Nederlandse literatuur. Die bestaan al heel lang, hè? De kanon. En dan worden er series gemaakt met heel belangrijke boeken, zoals de Max Havelaar. Nou, en tot nu toe, in al die decennia, is er nog nooit een boek opgenomen van een Caribische schrijver. En dankzij Michiel is er nu voor het eerst bij de University Press, Amsterdam University Press, in de serie die ze maken, is een boek opgenomen van een Surinaamse schrijver. De eerste Surinaamse schrijver die een roman geschreven heeft met als thema de slavernij. En wij hebben dus dit verzorgd. En wat het inhoudt. En wie is wij? Michiel en ik. Okay, yeah. En wat het inhoudt is dat er een selectie wordt gemaakt uit de roman. En bij de delen die er gekozen zijn, vindt er dus annotatie, vindt er toelichting plaats. Dus, en dat gebeurt dus ook met de Max Havelaar en ga zo maar verder.
Kijken jullie dan ook met een kritische blik naar bijvoorbeeld de toelichting bij de Max Havelaars of niet? Dat was misschien wel eens ons startpunt. Wij waren zeer ontevreden over de uitgaven van de Max Havelaar. Die vonden we heel gemakzuchtig en traditioneel. En die trok eigenlijk nauwelijks al die debatten die er de laatste, nou pak een beet, 10, 15 jaar gaande zijn. Die betrokken je helemaal niet in die tekst. Dus dan zit je te denken, ja, dan worden die kindertjes in de scholen dus met die ontzettend moeilijke tekst van de Max Havelaar geconfronteerd. Maar eigenlijk wordt er niet gezegd wat is nou de relevantie van die tekst? Waarom zou je die moeten lezen? En dat wilden wij duidelijk wel. We wilden het materiaal aanbieden, waardoor een heel breed publiek ook kan zeggen, oké, goed, dit is de eerste historische roman, maar 90 jaar oud inmiddels, dus ook in zekere zin een historische tekst. Dus we hebben ook wel heel kritisch naar deze tekst gekeken. Vergeet niet, Albert Helman was iemand op het snijvlak van koloniale en moderne tijd. En dat zie je natuurlijk ook weer terug in de representatie van zo'n tekst. Wat kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, bijvoorbeeld in de manier waarop hij zwarte mensen neerzet. Allereerst de focus ligt bij de plantersfamilie. Dat is iets wat je heel lang doorgetrokken ziet worden. Zelfs tot in de boeken van de zeer populaire Cynthia McLeod. Ja, want het voorbeeld wat ik net gaf over geschiedenisonderwijs is, ja, het wordt ook duidelijk het perspectief van de plantage-eigenaren. Daar begint het mee. En dan zie je dus, als dan zwarte mensen in beeld komen, wie zijn dat dan? Dan zijn het mensen van Afrikaanse adel. Hè, de edele, de prins. Dat is altijd mooi natuurlijk. Maar hoe wordt die dan neergezet? Ja, toch in termen van bijvoorbeeld van, oh, daar kwam het brullend beest uit de struiken. Snap je? En dat is zo'n metafoor die ontleend is aan het dierenrijk, kun je helemaal terugtrekken. Die bestaat al eeuwenlang. En wordt tot ver in de 20e eeuw nog gehanteerd. Dat zijn natuurlijk dingen waar je een leerling sensitief voor moet maken. Zie je in De Stille Kracht ook, hè? Heel erg dat soort. Ja. Ja. Maar ook prachtig dus, boek overigens. Ja, prachtig ja, boek. Ja, 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 dus, maar ook bij zwarte auteurs. Ja. Hè? Want Helman was de zwarte auteur. En hij greep terug naar de literatuur die hem bekend was. En naar de beelden die hem bekend waren. En dat zie je dus terug in die eerste generaties. Hij produceerde eigenlijk een racistisch gedachtegoed waar hij zelf ook mee gesocialiseerd was. Waar hij zelf onderdeel van was. Dus we moeten ook maar nog Wij Slaven van Suriname van Anton de Kom en andere boeken in die reeks proberen te krijgen. Nou, absoluut natuurlijk, ja. Kijk, het belang van die reeks is goed door Henna natuurlijk aangegeven. Iedereen die hier zit heeft een hoge vorm van onderwijs gehad, denk ik, bijna iedereen. Dus iedereen die kent wel de namen Hooft en Vondel. En als je ziet wat daarin zitten, Van de Vos, Reinaarden en zo, hè, die middeleeuwse teksten, Beatrice en zo. En dan zie je in één keer zo'n tekst. Ja, ja. Jawel, dat hoor je toch wel bij Nederlands. Jawel. Maar nog altijd, toch? Jawel. Ja. De middelbare school. Ik kan het niet gelijk reproduceren, moet ik eerlijk zeggen. Echt? Hoofd en Vondel niet? Nou, kan kind, niet waar heb je op school gezeten? Ja, ik kan het niet ooit citeren. Maar. Okay. Ja. Nou ja, goed. Je hebt je misschien wel eens afgevraagd. Goh, de PC Hoofdstraat. Waarom heet die nou PC Hoofdstraat of zo, toch? Mm-hmm. Ja, zeker. Dat het een PC-hoofd was. Ja. Maar zijn er dan ook plannen, omdat je zegt, je hebt nu de eerste, het eerste boek van een Caribische schrijver in de reeks op kunnen nemen. Zijn er dan ook plannen om inderdaad, zoals Miguel zegt, andere boeken, die misschien zelf ook zeker minder, problematisch zijn vanuit heden, als we het vanuit het nu bekijken? Ja, nou, we hebben dat al besproken met de redactie van de reeks. En ja, de beslissing is nog niet gevallen. Maar inderdaad, wij Slaven van Suriname, van Anton de Kom, is een zeer serieuze kandidaat. Maar we zitten ook te denken aan een tekst uit de voormalige Caribische eilanden. Een tekst van Corla de Brot, dat zou ook heel belangrijk zijn. Dus. En er zijn natuurlijk ook Indonesische decoloniale schrijvers die in het Nederlands hebben geschreven. Wel interessant als dat meer. Ja, de meeste Indische literatuur is door Tottox geschreven. Ja, ja, maar zijn er ook wel voorbeelden. De bekende. Ja, nee, die zijn er zeker, maar die hebben veel minder aandacht. Nee, maar juist daarom. Ja. Nou, mooi als dat kan. Ja. Ja. Zijn er voor nu vragen uit de zaal? Ook misschien voor Miguel, Michiel, voor Henna? Ja? Er komt iets. Hi, I actually have a question for all the educators in this room and everyone who cares about equality.
My name is Nicole, and I have three children who are mixed Chinese. Here's my husband, who's Dutch. They go to the Klein Kapitein right across the bridge. I've been having a lot of racist incidents for the last 4 years with my children. They're being called poop Chinese. Mm-hmm. They're being called, they're told they may not play with other children because they're Chinese. They've even been circled in a circle and punched and kicked and said, you're Chinese, punch, you're Chinese, kick. I've been fighting for the last year for a non-discrimination policy at this particular school. Mm-hmm. I had to get, had to contact 55 parents, get 33 signatures on a petition, really fight for it to get this non-discrimination policy. And I just discovered about a couple months ago that in 2015, that's my question to all of you guys, 2015 in Holland, a law was passed called the Zorgplicht, Sociaal Veiligheid for schools in Holland, mm-hmm. which says that all Dutch schools must have a develop a social safety policy that includes anti-bullying, discrimination, physical violence, and verbal cursing. And that was 4 years ago in August 2015. I started having problems with children pushing and hitting my children and calling them poop Chinese in June 2015, a few months before that law became in effect. When the law came into effect, this school did not make a discrimination policy. And in fact, 100% of Dutch schools have an anti-bullying policy, but only 1% of Dutch schools have a non-discrimination policy. So my question is that not a clear sign of institutionalized racism that I have to fight again and again to get? I'm still fighting for a non-discrimination policy 1 year after the fact and 6 months after that they said they're going to give me one. I haven't seen one word from them. I keep on having racist incidents. The last day of school, basically, I had to get into a fight with a Dutch mother who called me a fucking bitch for telling her that her kid was calling my kid a poop Chinese. And the teachers the whole time is telling me I can't talk to the parents, I can't make a complaint. They even tell me I cannot write an email to complain anymore about it. So my question is, this is why there's a problem in the Dutch schools and you really haven't really talked about this issue. Mm-hmm. So I want to know, this is all very, of course, stereotypes, you know, they're not nice and we have to overcome it, but equality. Okay. I'm really sorry about what's happening to you and your children. And your question to the people in this panel is what you should do, or Do you know about this law? Do educators know? Do teachers know? Because a lot of the teachers at the school even tell me they don't know about this law. They mm-hmm. didn't know about it when it came into 2015. They don't even know what they're supposed to do. They have no idea. And parents tell me, I don't know about it. I don't know about discrimination. There's mm-hmm. no policy. Do you mind if we answer? I'm going to interrupt, but do you mind if we answer in English or Dutch? It doesn't really matter to me. I would just like an answer. Yeah. I prefer it in English. Okay. Because I'm curious to know why this is something that is really, to me, really crucial. Because, mm-hmm. you know, when my kid finishes this school, I have to go to middle school. Most mm-hmm. they don't have a discrimination policy, so mm-hmm. I have to fight at every school. The question is clear, yes. Yeah, so what I think the big issue is that most Dutch schools would see discrimination issues as part of their bullying policies, right? And that is because a lot of Dutch people, including people who work in schools, adhere to the colorblind ideology. So they don't think color or race is something that we should be mentioning or talking about. It's like, hey, if people are not friendly to each other, if the kids are bullying other kids, regardless of what it's about, that is what we're looking at, yeah? So they're very reticent and very reluctant to formulate any policies directly to do with race because they are uncomfortable with mentioning race or even acknowledging that racism or discrimination exists in their schools. So they, yeah, I know it's a law, and they sort of do too. But this is really a big issue in I think in the entire society. So they'd rather hide behind saying, hey, we have an anti-bullying policy, and that falls under bullying, right? Discrimination, racism. No, I know, but that's generally what schools will say. On the wall, I hate all Chinese people are poop Chinese. No.
That is not bullying. No. So it's logically impossible to cover racism and discrimination but with anti-bullying. But you don't have to argue with Judy. Yeah, Judy is just saying how a lot of people are thinking. This is what I encounter when I talk to, for example, but parents as well as teachers, is that they're uncomfortable with talking about this in particular, and that they'd rather see it as social safety within the school in general, without mentioning this specific. Yeah, if I can add something in the documentary, the color white or with the token color, I did an experiment with young children between 4 and 6. It's a well known experiment. I didn't think of it myself, but it had never been done in the Netherlands, and we showed a lot of kids a black doll and a white doll, and we asked them which doll is intelligent, which doll needs punishment. And shockingly, over 80% of the children, and this was a mixed group of children that we had, so we had white kids, kids of mixed race background, black kids, but all of them actually 80% of them in general pointed towards the white doll when we were talking about intelligence, and pointed towards the black doll when we're talking about punishment. So these young kids gave back to us the racial hierarchy that we have in society that's being given to them. So they just give back was being planted in their subconscious. And interestingly, the parents were watching this experiment at the same time, and these were in general all left-wing parents, because they were the ones who wanted to join the experiment, because we all asked them what political party they voted. And they were watching their kids giving these answers, and they were very shocked, because they said, this is not how we raise our children. And when I asked the parents, but do you ever discuss race and inequality with your five-year-olds, they all said without a doubt no, because my kids are too small to think about this. And there were a few exceptions of parents who said, we do discuss this. And these were parents that had black children, so they said, I do have to talk to my children about this, because I have to make them resilient for when they come out in for when they're being bullied or racist, receiving racist treatment. And these children that were being taught about also were more critical of the questions that I was asking them. So we saw a direct effect of the parents that were discussing race and inequality with their children in their critical thinking. So this is just an idea of the predominance of what you were saying, the color blindness ideology that most parents adhere to, that they think we're being good if we're saying we don't see color, but that's a mistake. But maybe it's good to add, because this is of course not an answer to the question, and maybe we don't have the answers to the question, but it is important to, I mean, we have laws and also anti-discrimination laws, and they may not be enforced in the right way, but it's important, of course, to file the complaints and take them out of that school. And maybe I don't know. You can help. I there's hope, someone I mean, here. This initiative like this will make the change. Of course, we have to. It's a fundament. You need to fight the stereotypes. Yes. I know parents who have to go to a school. I know parents who have to go to their basisschool, to their primary school, black parents, who have to write a complaint letter to get rid of the black peach in the school. So they're not protected by any law. You know, you can just put black peach in a school with big red lips, golden earrings, no problem. A lot of Dutch schools do this. There's no law, nothing you can refer to protect yourself. But maybe afterwards we can see I want to interrupt because om het te minimaliseren, zeg maar, het probleem wat jullie... Maar het thema van de avond is nu niet dit, dus ik weg... Maar het grijpt allemaal in elkaar. Ja, het grijpt allemaal in elkaar, maar er zit hier bijvoorbeeld iemand van een antidiscriminatiebureau, dus misschien kunnen we jullie aan elkaar koppelen en kan jij hen adviseren hoe hiermee om te gaan, Luc, toch? Ja, oké, dankjewel. Misschien wel belangrijk, vandaag was er een bericht in het nieuws van een moeder die haar kind wilde inschrijven hier in Amsterdam op een school. Ja. En het kind werd gezegd dat er geen ruimte was.
En toen heeft ze weer een bericht gestuurd, maar onder een Nederlandse naam. En toen werd ze onmiddellijk uitgenodigd. Toen heeft ze weer een bericht gestuurd onder de niet-Europese naam. En toen werd weer gezegd dat er geen ruimte was. Maar dat soort initiatieven zijn dus goed, want ze kan het aan de hand van mails kan ze aantonen wat er gebeurd is. En het stond dus ook op het nieuws. En dit wordt opgepikt door de DENK-fractie bij de gemeente Amsterdam. Komt een spoeddebat hierover. Ja. Ik wil ook heel even verder praten over gender. Want bij Wit aan Zet hebben we het eigenlijk niet zoveel over gender in het onderwijs. En genderstereotypen. Wat een beetje raar is, omdat ik zelf een raging feminist ben. Maar het onderwerp waar we het bij Wit aan Zet hebben is vaker eurocentrisme. En wat gebeurt er? Sjoerd is een show aan het geven. Oké. Nou, ik dacht, ik vind het toch leuk om misschien ook ter afwisseling even te kijken naar een filmpje wat ik heb gemaakt voor mijn vorige documentaire Manmade over mannelijkheid. De ideeën die we hebben over mannelijkheid. En daar zijn we gaan filmen op een school in IJsland. Het filmpje spreekt voor zich. Laten we daar even naar kijken. Lukt het? In IJsland wordt al 30 jaar op een groot aantal scholen een alternatief onderwijssysteem uitgevoerd. Waarbij jongens en meisjes een gedeelte van de tijd apart les krijgen. Terwijl de meisjes hun assertiviteitsskills oefenen, zoals ruimte innemen en angsten overwinnen, zijn de jongens bezig met zachtere vaardigheden. Ze noemen het gendercompensatielessen. Oh, zo, Torre. Our boys, they will be sometimes in the all boys culture, fast and strong, running, climbing, playing superheroes in the playroom, shouting, and nobody is going to stop them or yell at them because of it. But they will also experience more soft qualities like being caring, being close, hugging each other, just training this friendship and closeness. So our boys will train all human qualities because the human qualities are for all of us. Að strákutis bara svona að drepa Star Wars, sprengja eða eitthvað bara geislasverð eða byssur, geislabyssur og We give them opportunities to do things that society normally doesn't appreciate that boys do. And we say that the society deprives them of these options of doing certain things. And I guess that's what we get the most criticism for. They even go so far as saying they could become gay. We we're learning to release our feelings when we need them to get released. If you have this problem, just like you need to swallow your feelings, go to fight, try to be cool. Just don't swallow your feelings. Just let go. Let the feeling just release. Og svo ætla ég að sitja trim á því. Okay, setur hendinu svona. Já, finna mjúka vína hönd. Vel gert, kyrfiður. Snillingar. Do you remember massaging each other? I definitely remember massaging each other. I thought of it as like a relaxing moment because we got to massage each other and relax laying on the carpet. And it was just a nice time. What are your views on modern masculinity? Well, I think that masculinity should be more represented by being able to open up your emotions to people instead of, you know, being able to lift heavy weights or something arbitrary like that. Yeah. Erik, hvaða litur viltu fá? Líka bláa.
what is so special with masculinity that a little nail polish is threatening it? Do you really think your masculinity would go away if you have painted nails for a day or two? So unbelievable. And this is the narrow frame. This is a narrow frame of masculinity. Oké, dit was een voorbeeld. ik moest hier ook aan denken op het moment dat jij in de presentatie zegt, waar gaan we heen? Gaan we naar traditie, afspiegeling of emancipatie? Nou, deze school heeft duidelijk gekozen voor emancipatie. En zegt eigenlijk van, we hebben bepaalde gendernormen die onderdrukkend zijn voor mannen en voor vrouwen, voor jongetjes en voor meisjes. En laten we daar direct, zeg maar, actief laten we die gaan corrigeren. Zouden we dit ook in schoolboeken kunnen doen? Ja, kunnen denk ik wel. Dat hangt er vanaf wat voor soort verhalen je laat zien. Ik vind het zelf iets wat lastig om te zeggen, de jongetjes gaan nu meisjes dingen doen en de meisjes gaan nu jongens dingen doen. Dat vind ik eigenlijk net zo goed seksistisch, heel eerlijk gezegd. Want de soort van framing dat dit dus bij jongens hoort en dit bij meisjes, en dat ze dat dus zo kruiselings zouden moeten leren, legt weer de nadruk wat mij betreft op een nogal binair idee over wat mannelijk en vrouwelijk is. Maar mag ik daar iets over zeggen? Ja, want de uitleg, omdat ik in eerste instantie ook zo dacht als jij. Omdat ik dacht, nou ja, segregatie in het onderwijs kan nooit goed zijn. Wat zij uitlegde, ik kan haar naam even niet reproduceren. Het is een ingewikkelde IJslandse naam. Maar het is een hele interessante denker. Wat zij zegt is dat op het moment dat je de groepen mengt, dan is het zo dat de jongens die bijvoorbeeld van nature wat rustiger zijn, die willen misschien die in de poppenhoek willen spelen, die krijgen gelijk een lagere status. Mm-hmm. En die worden gezien als niet mannelijk. En de jongens die de meer traditionele jongensachtige dingen doen, zoals hard rennen, stoer zijn, dat wordt gezien als de norm van mannelijkheid. En op het moment dat je de groepen scheidt, dan krijg je alles wat ze doen is iets voor jongens, want het zijn allemaal jongetjes die het doen. En het grappige was dat de uitwerking dus was dat ze veel meer hetzelfde waren. Ja. Dus die kinderen, als ik ze interviewde, zeiden ze ook, ja, ik weet eigenlijk niet wat het verschil is tussen jongetjes en meisjes. En dat vond ik een heel interessant resultaat. En toen ik die interviews deed met die kinderen, was op een gegeven moment, ik had de kinderen gevraagd die goed Engels konden spreken. En er waren die twee jongetjes, maar er waren ook twee meisjes die ik erbij had gevraagd. Maar ik stelde de jongens meer vragen, omdat ik nu eenmaal een onderzoek deed naar mannelijkheid. En nadat we klaar waren met filmen, kwamen die meisjes naar me toe en die zeiden, hallo, we moeten nog even een woordje met jou spreken. Ik zei, wat is er? Zeiden, ja, je hebt veel meer tijd gegeven aan die jongens. En dat vinden wij niet oké, want wij willen net zoveel spreekruimte. En dacht ik, wauw, het is echt goed gelukt. Deze meisjes zijn echt, niet alleen signaleren ze het probleem, ze komen ook nog eens voor zichzelf op. Ja. Wat we hier uit kunnen halen is misschien dat het belangrijk is om expliciet te leren over vooroordelen. Over gender, over, ja. Dus ook wat er werd gezegd van dat we daar moeite mee hebben. Fadi Henna en andere collega's van de Universitaire PABO in Amsterdam, waar we in het wereldburgerschapsonderwijs ook mee werken, die schrijven ook, het is belangrijk om expliciet over racisme gewoon te leren op school. Want als je als je daar bewust van bent, eigenlijk wat je net ook zei, dan leer je daar ook over. Als je bewust bent van verschillende perspectieven die er zijn, dan weet je ook hoe dat werkt. Zeg dan leer je het kritisch en kan je er ook kritisch mee omgaan en het misschien overwinnen. Ja, er is alleen ook wel onderzoek dat laat zien als je geslacht in groepering, zoals hier benadrukt in de klasomgeving, dat het stereotype weer in de hand werkt. Dus het is waarschijnlijk maar net is, hoe je het doet. Ja. Dus we moeten nog gewoon tweaken, maar in ieder geval meer bewust zijn van dus verschillen, racisme, discriminatie, verschillende perspectieven, et cetera. Ja, het is niet genoeg om tegen racisme te zijn. Je moet actief antiracistisch zijn om racisme te elimineren, zeg maar. En dan gaan we misschien over, want we zijn al dik aan de tijd, of niet? Sjoerd, ik heb geen klok. In de grote zaal hangt altijd zo'n tikkende tijdbom die mij bij de les. Hè? Oké. Ik vind het wel interessant om zeg maar ook vooruit te kijken. Wat kunnen we doen om te zorgen dat lesmaterialen inclusiever worden en zelfs minder eurocentristisch, en dat we eigenlijk dat hele curriculum
decoloniseren. Hebben jullie daar ideeën voor? Nou, misschien ook uit de zaal, toch? Ja, en ook uit de zaal. Ja. Ik was heel benieuwd wat jij als overkoepelend persoon erover... Wat zijn de mogelijkheden binnen de uitgeverijen? Want je zegt dat het rapport is goed ontvangen. Ja, ja. Maar wat is de realiteit van elke dag? Nou, misschien kan je even bij ons komen zitten. Ja, ja. Daar is een stoel. Sjoerd, kan je hem een stoel geven? Anders zien mensen je niet. Ja. Nog een keer Stefan de Valk. Ja. Nou, ik denk dat... Kunnen jullie me zo horen? Je moet ietsje dichterbij. Oké. Ik denk dat dit onderzoek echt een ontzettend belangrijke stap is. Omdat, zoals jullie al beschreef... Met de beste bedoelingen wordt gewerkt aan die leermiddelen. He, realiseer je dat gebeurt door auteurs die meestal ook nog bijna geheel voor de klas staan. He, dus dat zijn mensen die deze kwesties ook een warm hart toedragen. He. Dat is wel belangrijk om te realiseren. Die zijn hier, het laatste is wat ze er tegen zijn. Maar het eerste is dus dat je bewust wordt van wat er aan de hand is. En dit is natuurlijk toch op een bepaalde manier toch nog weer schokkend. Dat je, als je daaraan werkt, dat je dan zo een resultaat bereikt. Dus dat is stap 1. Je moet je voorstellen, er zijn 30 uitgeverijen actief in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Uiteindelijk hebben die allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Hè? Dus die moeten uiteindelijk gaan bespreken. De uitgevers moeten gaan bespreken met de auteurs wat de resultaten hiervan zijn en wat ze daaraan kunnen doen. En ze zullen uiteindelijk ook hun eigen keuze maken in wat ze hier precies aan willen aanpakken. Wat jullie zegt, dat merkten we ook in die internationale bespreking, dat die vraag of je wil representeren of dat je wil emanciperen, dat een eye-opener is. Dat is ontzettend belangrijk. Hey, wacht eventjes, wat willen we hiermee? En ook het besef dat je dus nooit, zeg maar, waardevrij blijft. Nee. Dat is net wat jij ook vertelde uit dat voorbeeld uit Wit is ook een kleur, waar die ouders het als het ware er niet over hebben. Nee, je moet het er wel over hebben. Maar dat geldt ook voor de leerkrachten zelf. Ja, we zijn niet de enige natuurlijk. Hè? Dus dat wou ik ook zeggen. De context is natuurlijk ook belangrijk. Wat jij, het is dat jij ook binnen die wijzigingen van het curriculum ook voor dit thema aandacht vraagt, is ook heel belangrijk. Het is natuurlijk ook belangrijk dat er in het onderwijs zelf wat gebeurt, dat er in lerarenopleidingen wat gebeurt. Stel je voor dat die leermiddelen het straks helemaal perfect op orde hebben, wat dat dan ook zou mogen zijn, dan hebben we het probleem daar natuurlijk nog niet mee opgelost. Dus maar jij als directeur hebt best wat macht, lijkt me, of niet? Nou, invloed, hoop ik. Ik vind het altijd zo grappig dat machtige mensen hun eigen macht nooit willen onderkennen, maar goed. Als het gaat over de vraag emancipatie versus afspiegeling, waar ligt dan jouw keuze? Persoonlijk, maar luister, ik werk dus niet bij een uitgeverij voor de goede orde. Niet meer. Hè? Dus ik ga dit zelf niet sturen. Ik kan alleen andere mensen die dat wel kunnen sturen, kan ik beïnvloeden. Ik zou, maar dan vraag je het mij persoonlijk, ik zou naar een subtiele balans tussen die twee zoeken. Hè? Dus ik zou wat verder gaan dan representeren. Maar ik zou ook niet per se, zeg maar, heel erg gaan normeren over van zo zou het moeten zijn. Maar ik zou wel een eind opschuiven in die richting waar je toch met elkaar in zou willen opschuiven. Miguel? Mag ik iets vragen? Want zeg maar, we zitten hier nu en we vinden het belangrijk. Ja. Hoe zouden we in de komende jaren hier echt iets aan kunnen doen? Nou, ik heb er een aantal concrete dingen. Ik vertelde jullie al eventjes dat op die internationale bijeenkomsten er onmiddellijk iemand vroeg van, mag ik mijn spullen ook door jou door de molen laten halen? Want ik wil wel eens even weten hoe we het er van afbrengen. Dus wij hebben na die presentatie, dan vragen de mensen altijd je PowerPoint, hè, die vroeg het PowerPoint ook aan jullie. Mm-hmm. Toen hebben wij besloten dat je daar niks aan hebt, want daar kijk je helemaal niet meer naar. Waar je misschien wel wat aan zou hebben, is, ik noem het maar eventjes, een soort zelfhulptool. Hè, stel je nou voor dat je toch op een betrekkelijk eenvoudige manier je eigen leermiddelen hierop kunt toetsen. Hè? Hoe doe je dat dan eigenlijk? Het is best nog een subtiele en ingewikkelde kwestie. Dus daar hebben we het met elkaar over gehad. Zouden we zoiets kunnen ontwikkelen wat je aan de uitgevers, niet alleen in Nederland, maar overal zou kunnen aanreiken? Zeg nou, hou je leermiddelen eens even hier tegen aan. Dat is één ding. Een ander voorbeeld waar ik aan denk is, dat is een discussie op een ander vlak. Hè? Want er zijn natuurlijk allerlei zaken waar leermiddelenontwikkelaars rekening mee willen houden. Dat ging over de leesgehandicapten. Dus zijn onze middelen wel geschikt voor leesgehandicapten?
valt ook heel veel over te zeggen. Die belangenverenigingen zijn bij mij geweest. En toen heb ik gezegd, nou, kom bij ons, maar kom met concrete voorbeelden. Dus confronteer onze uitgevers met concrete voorbeelden waarom die leermiddelen niet geschikt zijn voor leesgehandicapten. Die hadden 10 voorbeelden. We hoefden nergens meer over te discussiëren. Het was volstrekt duidelijk dat er wat aan gedaan moest worden. En dat doen we nu ook systematisch. Vanuit de branchevereniging werken we aan maatregelen om die toegankelijkheid te verbeteren. Want ik kan me voorstellen dat het is niet simpel om dit te veranderen. Nee. Zeg maar. Dus het gaat ook om, nou ja, dus er werd verteld van, ik heb er nu voor gezorgd dat mijn naam ook in de boeken staat. Het gaat erom van, dus niet met teams werken die, die geen afspiegeling zijn. Zeg maar. Dus het gaat daar om verandering brengen, dan over kennis. Ja, van racisme, seksisme, van verschillende perspectieven. Ja. Dus er moet best wel wat veranderen. Ja, zeker. Wat voor middelen hebben jullie om dat te doen? Misschien in samenwerking met sommige... Ik kan er misschien wel even bij vertellen, want deze rapportages en de presentatie die erover geeft gaan over alle 33 boeken op één hoop. Mm-hmm. Maar elke uitgever krijgt boekspecifieke rapportages van ons, zodat heel duidelijk is waar ze zitten in die rijtjes. Hè? Want sommige zaten natuurlijk op een aantal punten heel mooi en andere niet zo heel. En met dus ook voorbeelden uit die boeken, zodat ze nog weer specifieker, niet van, oh, ergens in mijn boeken zit misschien onder representatie of stereotypering. Nee, dit zijn jouw boeken. En in dat boek zien we dit en in dat boek zien we dat. Dus dat is een extra service, zou je kunnen zeggen, zodat ze ook heel gericht kunnen gaan kijken, waar zitten nou de grootste problemen in mijn boeken? En dan kun je ook veel makkelijker zeggen, daar kunnen we wat aan doen. Ja, maar vervolgens zijn dus ook die andere teams en andere dingen nodig. Hier is misschien een suggestie. Ja, suggestie misschien zeker. Voor basisonderwijs geven wij ook boeken uit, zeg maar, voor de gereformeerde scholen, reformatorische scholen. En daar moet je ook letten op taalgebruik. Daar hebben wij ook, zeg maar, onze specialisten voor. En die benaderen wij ook van, nou, bepaalde schrijvers, kunnen we die wel gebruiken in onze boeken? Misschien is het een idee dat jij bijvoorbeeld ook een keer meekijkt. Want volgens mij hebben wij die mensen dan niet en anderen. Ja, dat zou ik ook net denken. Ja. Ik probeer het soms wel, maar ja, bedoel, ik ben alleen en ik ben ik ben ook niet representatief aan de maatschappij en bij onze uitgeverij, want er zijn niet zoveel dat netwerk wat Miguel heeft opgezet voor naar een inclusief curriculum, zijn allemaal super intelligente mensen die heel goed die lesmaterialen kunnen doorspitten. Het was een beetje pijnlijk dat er dan weer in een constructie kwam dat alle mensen van kleur het voor niks moesten doen en het advies geven. Dus ik denk dat als het op een structurele manier is, dat het heel goed is om die expertise binnen te halen binnen uitgeveren. Ja, want we zitten hier bij Wit en Zet en we gaan toch plannen maken om het echt te veranderen, toch? Dus daarvoor ben ik ook op eigen initiatief hier naartoe gekomen en ik heb de uitgevers ook benaderd van, ik ga er naartoe en zeiden, nou, neem mee wat je mee kan nemen. Dus, dus ik neem jullie gegevens mee. En dan bij een volgende meeting kunnen we weer terugkoppelen wat eruit is gekomen misschien. Ja, nou ja, wat Ik ga zo naar de zaal. Wat ik wel nog even wou vertellen is dat wij vanuit Wit aan Zet ook in samenwerking met Black Archives en Easy Solutions hebben nagedacht of we niet een groot congres zouden kunnen organiseren met uitgevers. Gezondheid. Ja, dat we een congres zouden kunnen organiseren met uitgevers over deze verschillende thema's en daarbij ook specifiek voorbeelden uit boeken kunnen halen om en dan bijvoorbeeld ze te laten zien van je kan het zo opschrijven, maar je kan het zo ook zo opschrijven, maar ook lezingen te laten voor zorgen, want bijvoorbeeld door iemand als Gloria Becker, omdat wat ik zelf heb gemerkt in dit proces is dat je als je andere producten wil leveren, je ook eerst zelf moet veranderen. Dus die schrijvers die boeken schrijven, zullen ook zelf moeten decoloniseren en zichzelf bewust worden van bepaalde blinde vlekken die ze hebben, voordat ze andere producten kunnen leveren. Begrijp je wat ik bedoel, Stefan? Nee, ik wil er graag met je over nadenken. Zeker ook omdat het aansluit op het concreet maken van waar het over gaat. Dus laten we daarover doorpraten. Nou, dat is in ieder geval alvast een fijne uitkomst van deze avond. En zijn er nog meer mensen? Ik wil het nu specifiek hebben over oplossingen. Dus zijn er mensen die met ideeën voor oplossingen? Iemand daar? Ja. Ja, okay. Ja, ik denk dat wat er net gezegd werd over dat het ook in het wetenschappelijk onderwijs eigenlijk heel erg begint. De mensen die beleid maken, die boeken schrijven en die voor de klas staan en die onderzoek doen, dat daar een heel groot deel aan representatie ontbreekt. En ook in de boeken, ik heb zelf pedagogische wetenschap gestudeerd en de lerarenopleiding gedaan, niet afgemaakt.
en 2 jaar voor de klas gestaan. En dan merk je ook dat er gewoon dingen in boeken staan waar ik iets uit moet leren, wat ik vervolgens of weer aan anderen moet leren, of waarvan ik moet weten hoe ik dan in de praktijk verder kan gaan. Dat er zoveel ontbreekt en zoveel stereotypen nog in voorkomen. En er ook op de opleiding gewoon niet... Wat waren voorbeelden van erge stereotypen die jij tegenkwam in je boek, als je voor de klas stond? Nou, ik heb op de MBO-les gegeven en daar waren bij sociaal werk, dus diversiteit is wel vrij belangrijk, omdat je met alle soorten mensen komt te werken als sociaal werker. En dat er heel vaak specifieke casussen waren over bijvoorbeeld een Marokkaanse vrouw die dan niet alleen ergens naartoe kon gaan, want haar man moest eigenlijk mee en dat soort dingen. Dus voornamelijk aannames, en dat zat er dan heel subtiel in. En soms waren ze best goed dat ik dacht van nou, hier kunnen we wat uit leren. En soms dacht ik, nee. En met name tijdens mijn studie dat ik dacht in boeken over opvoeding en dergelijke, wat voor aannames er werden gemaakt over wat het wit-westerse perspectief is op wat een goede opvoeding is. Versus in plaats van vergelijken hoe het in verschillende... ja, dus een bepaalde culturele superioriteit werd uitgedragen. Ja, in plaats van er zijn verschillen en... Maar heb je ook een concrete oplossing? Ja, ik denk dat er gewoon heel erg getraind moet worden op wat jij ook zei, dat je eerst zelfbewust moet worden van hoe sta ik erin en hoe denk ik erover. En dat je daar getraind op moet worden voordat je überhaupt ergens anders naar kan gaan kijken. En dat mist gewoon in opleidingen die mensen opleiden om weer met mensen te werken of om weer dingen te maken. Ja, want grappig is dat sommige uitgevers ook zeiden, wat gek al die genderstereotypen, want 70% van onze schrijvers zijn vrouw. Ja, maar alleen vrouw zijn, hè, beschermt niet tegen dit soort dingen. Dus wat je zegt, dat die training, die is belangrijk. Ja. Oké, okay, we hebben veel mensen die nu suggesties willen doen. Laat Sjoerd, ga jij daar? Ja. The math books and the others can be fixed. But for instance, history. It's not... we already have alternative histories that should be simply printed. One after one, instead of just waiting for the writers of history to change and understand multiple da-da-da-da. We already have alternative ones. Let's start just printing simple little stories and then edit them into collective things. Put it there. Put it out there. Don't just wait for them to start changing their minds. Yeah. Okay. Ja, maar kijk, we hebben zitten in een vrije markt, hè? Wij hebben dit boek nu gemaakt. Maar de vraag is, welke leerkrachten zullen ervoor kiezen? Ja. Want het wordt aangeboden, hè? Het is een serie boeken. Dit is één van de boeken. De leerkrachten, zo'n sectie, is vrij in de keuze van, kies ik Max Havelaar, kies ik weet ik veel wat, hè? De Warenaar. En als de leerkrachten massaal besluiten om dit boek niet te lezen, niet te kiezen voor de klas, dan mag hij wel mooi gemaakt worden, maar dan blijft hij in de kast zitten. Dus het is een heel langdurig proces waarin, want het is niet iets waar mensen bekend mee zijn. Dus er moet iets gebeuren binnen zo'n sectie of binnen zo'n leerkracht dat hij of zij bereikt. Ja, dus jij zegt eigenlijk, het is niet afdoende om alleen de boeken te veranderen, leerkrachten moeten ook veranderen. Nee, er moet iets gebeuren, ja. Maar ze vragen als bepaalde methodes, stel dat er een methode is, hè. Die zegt van, oké, ik pak dit rapport, ik ga ermee aan de slag, ik verander alles. Er is sprake van marktwerking. Het kan zijn dat zo'n methode door de leerkrachten niet meer gekozen wordt. Hè? Maar wel en, als het in de eindtermen staat, hè? Als dit soort kennis in de eindtermen dus, komt. Dus dan je moet op een ander niveau. Dus, ja. Hè? Dus het zijn langdurige processen. Maar binnen die marktwerking zit je met heel veel mechanismen die een rol spelen. Wat dat betreft bieden de curriculumveranderingen ook wel mogelijkheden. Dus er wordt bij burgerschap bijvoorbeeld sowieso, dat wordt verplichtender gesteld. Er wordt gezegd van daar moet echt mensenrechten educatie in zitten. Dus bijvoorbeeld educatie over discriminatie en andere zaken. En ook de schoolcultuur moet daar in overeenstemming mee zijn. Er wordt meer dus aandacht gevraagd voor wereldgeschiedenis en andere dingen. Nou ja, dus aan de andere kant zijn er dus verschillende partijen die welwillend staan.
Dus nu moeten we kijken, misschien ook met wit aan zet met de komende conferentie en op andere manieren. Ja, hoe kunnen we ook echt doorpakken en ook echt die omslag maken? Ja. Zou het misschien interessant zijn om te kijken hoeveel procent van de reclame bijvoorbeeld Coca-Cola uitgeeft aan sluikreclame? En hoeveel procent gewoon aan echte keiharde reclame? Want dat vind ik hier ook een beetje. Ik wil, je kunt wel gewoon gaan werken aan de stereotypen in schoolboeken. Maar je kan ook expliciet over racisme spreken met die kinderen. Zoals je in die video zag daar online. Dat in dat land zijn ze al een stuk verder. Daar bespreken ze expliciet wat er in die kinderen, waar ze zich bewust van moeten worden. En dat lijkt mij veel belangrijker dan een plaatje van een witte of een zwarte man in een boek. Mm-hmm. Ja, maar daar pleiten wij eigenlijk ook voor. Dat er expliciet met kinderen gesproken wordt over constructen als gender en racisme. Maar wel goed punt. Ja. Ja, en? Hier zit nog iemand. Ik ben een van de promovenda van jullie. Ik ben zijdelings betrokken bij het project. En er was één uitgever die best wel een leuke tussenoplossing had. Voor degenen die nog niet zo ver zijn dat ze echt die omslag kunnen maken. Ik denk dat dat wel een makkelijk handvat is. Die had een lijst met namen en die werden random aan gebeurtenissen toegekend. Dus Ahmed kan een shawarmaboer zijn, maar ook de wetenschapper. Dat werd random eruit gehaald. En natuurlijk zou het mooi zijn als je al die omslag gemaakt hebt, maar dat gaat even duren. Dus als je nu iets anders wilt doen, bijvoorbeeld ook leraren die een proefwerk aan het maken zijn, zo mooi zijn als die gewoon een namenlijst hebben en dan een naar de ander afstrepen, in plaats van dat ze denken, oh, wie zal ik nu een huis laten kopen? De mannen of de vrouwen bijvoorbeeld. Ja. Ze moeten slimme trucjes bedenken, omdat we nog niet... Ja. Maar wel goed. Ja. Ja, ik zie een oplossing in dat je schrijvers, docenten en mensen zoals jullie, die gevoelig zijn en activisten. Die dit aan de kaak kunnen stellen, samen met elkaar in dialoog laat gaan hierover. En dat je dat ook opneemt en dan kun je dat ook weer aan scholen aanreiken om zelf die dialoog te gaan voeren. En misschien kan je dat ook koppelen aan maatschappijdocenten die dan misschien daarin getraind worden om die dialoog in hun scholen te voeren. En dan zo koppel je het allemaal aan elkaar. Ja, dat zijn allemaal goede ideeën. Dus jij wou nog wat zeggen? Ja. Yeah. I'm going to do what I only can as a mother. Mm-hmm. I think that stereotyping in books is important, but I'm going to actually go make a GoFundMe account to sue the Dutch education system, the Ministry of Education. I'm going to be telling my story on Instagram and Facebook, and I want to, you know, open this up to the public. Why should Holland pass a 2015 school safety law and then use that law to discriminate against people of color, mm-hmm. basically. Mm-hmm. So I don't know if anyone here would like to help me by, yes. for example, yes. putting my story on your Facebook, your Instagram to gain support. Because if you really believe in equality and breaking down stereotypes, this is where to go to the schools. Yeah, very good. In the light of stereotypes, I remember at the school, like this is about 10 years ago, at the school of my children, they were still, I don't know if you guys remember this, but they were still singing this song, Honky Tonky Shanghai. They still do it now. They sing it in a lot of Dutch schools. Yeah, they still it's sing it. It's very normal. You know what? Yesterday, in the class of my son, Noah, mijn zoontje van 9, in zijn klasgroep 6, is een spelletje gespeeld. Jij zegt poep, ik zeg Chinees. Ja. En de juf heeft een mailtje gestuurd op vrijdag. Van ja, echt heel erg. We hebben in de klas besproken dat als je een grapje maakt, het soms verkeerd kan aankomen. Het is gewoon... Ja. En Hanky Panky Shanghai wordt op ontzettend veel peuterspeelzalen en bij Nederlandse basisscholen elke dag gezongen. Precies, met dit erbij. Ja, het is doodnormaal Nederland. En Nederland moet zich een keer bewust worden dat kutmarokkaan, poep Chinees, liegturk, kotsturk, kankerneger, weet ik wat ze allemaal zeggen. Dat moet gewoon een keer ophouden. Ja. And these children are 5 years old, 7 years old, 8 years old, 9 years old. They're not older, eh? They're young. I also want to invite you guys to the evening, ik weet niet meer precies de dag, 18 december, over de waarheids- en verzoeningscommissie. Of, hè?
13 december. 13 december is een avond in de grote zaal over kansenongelijkheid in het onderwijs. En er zullen deze thema's ook verder besproken worden. Er is ook een idee om een waarheid- en verzoeningscommissie te starten. Om te kijken, als ik het goed zeg, naar de manieren waarop de ongelijkheid in het onderwijs hele generaties heeft geschaad. En om daar op een... Ja, een mooie manier mee om te gaan. Maar we gaan ook gewoon aanklagen. Ja, we gaan ook gewoon aanklagen. Ja. Dat, my wife's gonna sue them. Ja. Ja, ja. ik ben helemaal voor Soer. Ik heb ook Eberhard ooit nog, hebben die aangeklaagd vanwege Zwarte Piet. Maar dus veel succes daarmee. En als je wil dat we het verhaal delen op Wit aan Zet, geef het door. Ja. Daar achter nog twee vragen en dan moeten we afsluiten, of niet, Sjoerd? Ja, ja. Oké. Wat mij heel erg veel doet schrikken ook, dat de LHBT-personages, ja, van de 13.000 personages, niemand LHBT. Dat is inderdaad. Terwijl het grootste scheldwoord op de scholen, ja, is, ja, homo. Ja, zeker. Terwijl het zelfmoordcijfer onder LHBT's, ja, is onder jongeren, is heel hoog, is hoger dan onder... Heel fijn dat je dat nog even noemt. Ja, ja, want dat nog vind over ik, wat praten, wordt daar, ja, ook iets mee gedaan? Of, ja, dat... Dat emotioneert me ook. Dat, ja, denk, ja, als er nooit een personage, zeg maar, een homoseksueel jongere in een schoolboek staat. En die kinderen die komen daar nooit mee in aanraking. Of, en zeker niet op, ja, een positieve manier. Ja. Ja, dan hou je dat zelfmoordcijfer ook in stand. Ja, er moet veel meer gebeuren natuurlijk. Maar dan denk ik, ja, het moet toch al gerepresenteerd worden als iets ja, wat normaal is. Ja, het is heel bekend dat voor LHBT kinderen en jongeren zichzelf ergens herkennen super belangrijk is, omdat ze heel vaak het idee hebben, ik ben heel raar en niemand is zoals ik. Dus die ene, al is het maar die ene figuur, het liefst ietsje meer. Dat is anekdotisch, maar ook uit onderzoek blijkt dat een heel belangrijk aspect is voor die groep. Er zat een soort verdekte homoseksueel stel in een van de boeken. Dat was, ja... ik wist dat het een homoseksueel stel was. Het zijn twee choreografen en die werden als een choreografenduo gepresenteerd. En dat zijn ze ook, maar ze zijn ook getrouwd. Mm. En dat stond er niet bij. En ik, oh, had het er nou bij gezegd? Gemiste en ik kans. Denk ook echt, als de man en een vrouw waren geweest, dat er dan had gestaan, choreografenduo Kees en Anna, die ook nog eens getrouwd zijn. La 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 la. En dat hebben ze bij hun niet gedaan, bij twee mannen. En ik denk, ai, dat had nou leuk geweest. Want ik weet dat, maar ja, welke middelbare scholier weet nou dat die twee choreografen met elkaar getrouwd zijn? Dus ik denk dat soort... Hè, zo hoef je ook niet meteen het een enorm thema te maken. Want laten we eerlijk wezen, de uitgevers maken zich ook zorgen soms over hun, de christelijke scholen die hun klanten zijn. Dat hoor je ook wel eens terug. Die willen dat liever niet zien. Dus ja, je kunt natuurlijk op allerlei manieren dit thema wel aan bod laten komen zonder meteen 3 pagina's verhaal erover te hebben. Nou zou ik 3 pagina's verhaal ook prima vinden. Maar als je het hebt over haalbare stapjes, dan denk ik, zet er gewoon bekende mensen in van wie iedereen weet dat ze homo zijn of lesbisch of iets anders. Dan hoef je het niet eens te benoemen en denk ze, hey, kijk, ja, dat is die. Dat zijn denk ik kleine stapjes die haalbaar zijn. En nog een aanvulling. Ik begrijp dat jullie daar ook wel naar gaan kijken. Dus ook die intersectionaliteit, ja, mee te nemen. Dus ook, ja, bijvoorbeeld zwarte vrouwen of LHBT'ers van kleur. Ja. Of zeg maar. Nou, LHBT hoeven groepen. Dus niet meer naar te kijken, want die zijn er niet. Nee, dus dat nee, is helemaal maar. Ja, maar inderdaad verder kijken naar die maar dus niet alleen de hokjes op zich, ja, maar klopt. Kijken naar ook intersecties. En het is natuurlijk wel zo, ik weet niet of dat een geruststelling is hoor, in de loop van het secundair onderwijs komen uiteraard die thema's wel aan bod. En gelukkig hebben natuurlijk Anna Blaman en Gerard Reven wel hun werk gedaan in die zin. Ja. Dat is later, ja, natuurlijk. Ja, ja. Anna Blaman, ja, dus de eerste lesbische schrijfster in het Nederlands Dagblad. Ja, ja, dat is een goede vraag, ja. Er werd net gevraagd, zou die als uitgever, als vertegenwoordiger van het Verenigd voor de Uitgevers, zou je willen streven naar een afspiegeling van de maatschappij in de boeken of naar emancipatie, hè, waarin je juist een soort van ideaal wereld schetst om daar naartoe te kunnen leven. En dan kan ik me voorstellen dat vanuit een traditioneel uitgangspunt het heel moeilijk is om in één keer te springen naar de emancipatie. Dus daar gaat tijd overheen, daar moeten mensen klaar voor zijn. Maar
Is er ook iets op tegen om dat als eindstreefpunt te hebben? Waarom zouden we eigenlijk niet willen naar een geëmancipeerd voorbeeld in de schoolboeken? Dat is een vraag aan dit hele panel eigenlijk. Maar de vraag is, emancipatie van wie, hè? Ik bedoel, wat jij beschouwt als emancipatie, dat beschouwen de christenen niet als emancipatie. Dus dat moet je wel gaan formuleren. En die discussie zal geen makkelijke discussie zijn. Wat zij zegt, dat is heel bekend, hè? Het gaat niet alleen om schoolboeken, maar het gaat ook om leesboeken. Sommige boeken komen er niet in de christelijke scholen. Die weigeren dat. Dus het is een heel ingewikkelde discussie. Mag ik daar iets over zeggen? Ik denk dat de enige houdbare oplossing is afspiegeling. Want als je eerst of het derde... Is er een microfoon? Dat is altijd normatief. Dus nou, afspiegeling is ook normatief. Afspiegeling is reproductie van... Ja, maar dat is... Ja. Ja. En het eerste is ook alles normatief. Is normatief. Elke keuze is normatief. Er zit gevaar in de eerste en de derde. Nee, maar afspiegeling is ook welk perspectief je kiest. Mag ik daarop reageren? Even mijn eigen ervaring. Ik geef voorlichting op scholen. En ik stond daar midden in een groep. Ik stond mij daar voor te bereiden. En de leerkracht kwam binnen. En dan hebben we het over een afspiegeling. Wie is vaak de schoonmaakster op school? Dat zijn vaak de Turkse of de Marokkaanse mensen. En die vroeg aan mij, ben jij de schoonmaakster? Maar ik kon wel zo meteen voorlichting geven. Daarna heb ik de school wel heel goed begeleid. Maar dat is wel het beeld wat die mensen hebben. En als je dan een afspiegeling hebt, waar moeten mijn kinderen dan naar kijken? Ik ben moeder. Ik bedoel, zij zien mij als voorbeeld. Maar ik zou graag ook wel willen dat ze in de boeken voorbeelden zien. Dus ik ben wel voor die emancipatie. Zeker voor mijn kinderen. En dan misschien toch, waarom ben je huiverig om vol te kiezen voor dat emancipatiemodel? Ja, ik wil even een heel groot misverstand wegnemen. Het is niet aan mij om te kiezen. Het is uiteindelijk aan die 30 uitgeverijen om binnen die uitgeverijen precies die discussie te voeren die jullie net hebben aangezet. Ja. En die uitkomst die zal subtiel zijn. Want ik heb hier alleen, maar misschien dat ik dat dan beter niet kan doen, even mijn persoonlijke wens aangegeven. Nee, maar dat is goed dat je dat differentieert. Ja, maar ik denk, je mag soms de zaak wel een beetje opduwen. Helpen. Maar ik denk wel, en dat is wat Henna ook een aantal keren benadrukt, als je een hele grote stap zet, loop je het risico om een aantal mensen, dus een aantal scholen, een aantal secties ook weer van je te vervreemden. Ja. Dus en daarom dat je in het algemeen als uitgever daar wel een balans in zoekt. Dat is ook een strategie om deze verandering Maar voor zijn te er geven. Dan speciale vakgebieden die je sneller van jezelf vervreemdt, denk je? Of? Totale onderwijs. Nee, realiseer je dat er natuurlijk wel ontzettend veel verschillende scholen zijn. Ik heb hier in Amsterdam op de IFCO gewerkt. Dat is een hele, ik weet niet of sommigen van jullie dat kennen. Ja. Nou, dat is heeft nogal een uitgesproken progressief profiel. Maar er zijn natuurlijk ook scholen die hebben een zware christelijke signatuur. En die willen uitgevers ook graag bedienen. Dat is wel het speelveld. En kijk naar alle reacties op dit onderzoek, die zoveel negatief waren. Dat zijn geen kleine pockets van mensen. Hè? Dat is een heel groot deel van de samenleving. Als je het er doorheen ramt, dan krijg je hele andere problemen. Nou ja, dit is natuurlijk een beetje dezelfde discussie als die we ook over Zwarte Piet hebben. Klopt. Dus er moet aan op sommige punten geramd worden, zeg maar. En op andere punten, ik denk dat al die strategieën nodig zijn om er uiteindelijk te komen. Ja. Maar ik denk dat het mooi is dat we na vanavond gewoon nog verder gaan praten. En gewoon in actie gaan komen. Mm-hmm. En over een tijdje terug rapporteren wat er uitkomt. Ja. Dank, dat zijn mooie afsluitende woorden. Dank, Michael. Ik dank jullie allemaal voor jullie bijdrage. Ik vond het een hele fijne avond. En dat we ook gewoon wat rustiger konden praten. En veel ruimte was ook voor de zaal. Dat stemt mij vrolijk. En ook zal mij doen voornemen om volgende avonden minder vol te plannen. Veel liefs van Jerry van een afstand. En tot de volgende keer bij Wet aan Zet. Dankjewel. Oh, er zijn een paar avonden die ik nog moest noemen, toch, Sjoerd? Die in het vervolg. Heb je dat ook op de PowerPoint? Ja, dat staat hier al prachtig. Ik hoef niet te zeggen. Dit zijn aanverwante thema's, als jullie geïnteresseerd zijn, die hier ook in Pakhuis plaatsvinden. Hey, Mara.